Deze week Game Leaks van Game Freak. Um, Xbox Partner Showcase en Steam Next Fest demo's hebben we gespeeld. Wow. Ja, die echo's het deze kant ook gewoon, hè? Niet ja. <laughs> hard klappen. Oh, ja, ruimte. Uiteraard. Ja, ruimte hebben we gewoon. Ja, <laughs> maar echt gewoon. Je kan, je kan nu gewoon een gijs neerleggen en <laughs> ja. dan hebben we er ruimte over. Ze heeft dat voor Wikifeet. Oh, sorry, ja. Ja, zo, hallo. Oh, wacht, ik heb mijn mic nog even goed seconden. Dus oh. oh. Oh jee, okay. oh jee. Oh nee. Nou, oh, het rekt. Oké. Okay. Hey, want wij zijn omgedraaid, hè? Ja. Yeah. Jij hebt oh. mijn plek, plek ingepikt. Hey, first come, first serve. Ja, Het we... is een new dance, een new age. We, we hadden dus een comment oh. vorige, vorige week volgens mij. Oh, ja. oh, het zou leuk zijn als jullie een keer eens mijn plek veranderen. Nou ja. Nee, ja, nou hier alstublieft. En, en, <laughs> en wat nou als je Spotify luistert? Dan hoor je toch niet welke kant we komen. Ja, ja, er was wel een comment op YouTube. Ah, oké. Okay. Het, het, het is wel vrij radicaal van, van plek wisselen meteen dit. Uh, ja, maar, die... kaal. <laughs> Dus dat. Ja, we zitten op een nieuwe plek. Ja, uh, 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 zij zitten letterlijk op een nieuwe plek. Maar we zijn ook uh, verhuisd. Een goede meter of anderhalf. Misschien wat of Anderhalf zo. Ja, nou, uh, uh, echt gaan. Nou, oh, mee hoor. Je zit echt in het hoekje daar. Ja, oké. Wij wel. Een goede drie meter zijn we verhuisd. Uh, ja, ruimte, jongen. Ja, ik, ik, was, ik, was, ik, wilde, ik wilde het anders hebben. Dus ik dacht, ik ga het anders doen. En toen had ik een idee in mijn hoofd. En dat is uiteindelijk helemaal niet geworden. <laughs> ja. Maar uh, ja, ik heb zomaar, als, je, als je mijn streams kijkt, want ik ben weer aan het streamen. Jee, dan weet je dat ik dus in een andere, andere hoek zit. En dat is echt nu precies zo'n perfect ja, hoekje. Hoekje. Uh, en ik, ik, weet je wel, ik ken wel dat je door de Ikea loopt. En dat je dus van die vooringerichte slaapkamers ja. en zo ziet. Ah, ja. En dan denk je van, Hoe kan, dat past toch nooit? <laughs> Nou ja, schijnbaar dus wel. <laughs> want, want feitelijk gezien zou ik mijn bureau nog een stukje verder achter kunnen doen. Heb ik nog meer ruimte. En dan zou ik daar nou een kast neer kunnen zetten. En dan zou je hier aan deze kant een bed neer kunnen zetten. En een woonkamer hebben. Aha. Zo wonen mensen in Amsterdam dus. Ja, ja, ja. En tontio. zo woon ik. Voor Jij moet in een studentenkamer. Ja. In Amsterdam is dit gewoon een, een studio. Ja, je, of een losse. dan. dan en dan zou je daar een. En die kast zou je dan een wc kunnen hebben. En een douche in nee. één. Oh ja. ja, je, ja. Dit, dit zou je gewoon in Amsterdam kunnen verkopen voor, uh, voor, voor 7 ton ja, oh. ja. of 2100 euro per maand had ze vind ik weinig van amsterdam ja, dat, is dat, vind ik een, uh, dat is alles meer dan heet het de studentenkamer ja nee maar dat is dus, dus een nieuwe plek meer ruimte ja. uh, heb je als spotify luisteraar niks aan maar nee, als spotify luisteraar heb je hier echt geen reet aan misschien dat we anders klinken geen idee oh, yeah. ja de, de echo van de van de zou misschien iets anders zijn de dynamiek maar klap, weinig klap ja, en te, ja, te weinig <laughs> verschil is dus dat. Uh, uh, Want we ja. zijn nog steeds die oude vertrouwde podcast. <laughs> ja. ik, voel wel, ik voel wel een ruimte, uh. zeg maar, een beetje. Oh. Ja, zit we elkaar zitten elkaar iets verder van elkaar ja. af. En dan maar dan hadden jullie ook veel plaats plaats van plaats moeten ja. ruilen? We hadden ja, elke keer high five kunnen geven of zo. Maar dat, mm. Ja, dat is jammer. Ja, als wij van plaats zouden ruilen, dan zijn hij. Dan kan wel. ver van elkaar dan mag af. Dan je, snappen, dan mag dan jij de dan. hele stream aan de hele podcast aansturen? Succes. Kan niet best. Kan ik? Daar ja. heb ik geen zin in. Ver. <laughs> <Eerlijk. laughs> dat doe ik thuis al. <laughs> daarom zit ik hier. Uh, ja, daarom zit ik hier blijkbaar. Alles. Nee, nee, ja, hey, dus, de studio. dus dat, oh. uh, 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 als luister heb je dus geen reet aan, maar uh, als kijker ja, luister heb je geen kont aan, maar als kijken dus wel. Dus als je nou luistert op Spotify, ga naar YouTube dan zie je dus waar we het over hebben. Tenzij zijn het eerste keer de eerste dat je gaat kijken, dan heb je geen reference point, dus moet je even de vorige podcast nog even of, kijken. Of je luister je eerst op Spotify en check daarna YouTube of het wel exact dezelfde kut is. Wat? Mm. Hé? Hey? De, dezelfde, precies dezelfde podcast, dat ja. je niks mist als. Ah, oké. Okay. Uh, luisteraar. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat... ja. Binnenkort de Patreon krijg je een iets langere podcast, die is vijf seconden langer. Voor vijf ah, euro maar, ma maar we zeggen niet waar die vijf seconden zitten. Nee, precies. Gewoon vijf minuten stilte. Vijf, ja. vijf seconden stilte. Van midden erin, zo. Hoppa. Ja. Nou ja, ik heb wel eens met die, met die top tien quizzes, heb ik wel eens dat ik inderdaad wat uh, stukjes eruit moet uh, knippen. Ja, ja. ja. ja? 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 Uh, zie ik, ik zo'n doos word ik, kut, als is mijn audiospoor dood. Nee, nee. dat zijn gewoon jongens die zo zitten. Nee, maar... Oh, op YouTube zie je, je dat te En te we, kregen, we kregen de instructie om niet te veel um te gebruiken. Ja, dan worden we stil. Ja. <laughs> gewoon de boel vol. Ja, Moeten nadenken. Ja, Moeten nadenken. Ja, Moet nadenken dat gaat het niet tegelijkertijd. Ja, Eén nee, ding, ding tegelijkertijd en goed. Dus. Uh, Is. Uh, Hé, hey, maar uh, ja, dus, dus even genoeg over de nieuwe ruimte. Hi. Vragen geen vragen. Mooi, gaan we door. Uh, Hi, wel. <laughs> we we, 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 we <laughs> hebben natuurlijk wat dingen gespeeld. Steam Next Fest gaan we zo even over hebben, want volgens mij hebben we allebei wel dingen gespeeld. Ja, een paar. <laughs> ja. Maar, laten, we de, laten we hun eerst even een beetje mm. uit, uitvechten. Dat is wat ik heb je bijgespeeld? gespeeld? Ik uh, ben uh, niet afgelopen weekend maar het weekend ervoor ben ik in Engeland gegaan. Oké, okay, dus uh, je, hebt, je hebt travel simulator, uh, stress simulator gespeeld. Uh, nee, ik, simulator. Ik, ik heb ik heb in het vliegtuig gespeeld en dat zit. oké. nice. Dat is letterlijk alles wat ik heb gegamed over de laatste twee weken. Kun je ik heb er niets nou een... meer over uitweiden? Nee, want ik heb gewoon zeg maar een halve dungeon van Zelda doorgespeeld. Het oh ja, is ja. natuurlijk maar een uurtje, natuurlijk. Druk het ja, het ja, ja. ja, maar een man... half uurtje heb ik. Uh, heb ik ja, en jouw ge... review was twee afleveringen geleden toch? Jij ja, niet meer gestreamd ja. de afgelopen twee weken dan? Wel toch? Jawel. wel. Wel? wel gestreamd in de twee afgelopen twee weken. Misschien. Met... Nee. Oh jawel. Ja, ja, <laughs> oh, wow. po ja Pokémon toch? Volgens mij gewoon po Pokémon Black verder gespeeld. Maar dat, ik, dat niet was Black. zo niets mijn... zeggen in de stream. Dat ik echt zeg maar ook daar niks over uit te wijden heb. <laughs> oh wow. <laughs> zo niet zeggen dat wij het ook niet meer weten. Ja, precies. Nee, maar ik heb straks iets heel leuks om te vertellen. Oh, 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 oh ja, zo. Ja, 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 ja. so, ja. was... Straks Game Freak lied, heel leuk. Daar ga ik heel erg intens naar luisteren, want ik ben echt heel benieuwd. Ik heb geen fluide... Ik zie allemaal woorden en zinnen voorbij komen, waarbij ik denk, wat? Ja, dat het over boek. Maar goed, komen we zo Anyway. Oké, maar heb je wel een leuke tijd gehad? Ik heb wel een leuke tijd gehad. Ik ben gisteren naar Sum 41 geweest. Ook leuk. Laatste show in Nederland. Verjankt. Eerlijk. Heerlijk. Ja. Was het emotioneel? is wat je Ja, dat is wel... Nee, hij had gewoon t wat bij zich. Ja. en traag als. Een, nee. een vestje van 80 euro gekocht. Nice. Dat is, dat is ook janken met je is... portemonnee. Ja, dat is ook janken, ja, ja. 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 Dus daarom heb je staan janken, dat snap ik wel. Maar ja, 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 ja. Oh, wel een leuk vestje. Ja. Ja. Het enige ja. probleem wat ik hier wel aan heb is, zeg maar, je hebt hier die rits, die zit aan de verkeerde kant. Hij heeft een Engelse hoodie gekocht. Ja, ja dus dat is dat, nou, dus... dus um... Rits aan de linkerkant. Dat is dames. Ja, volgens ja. mij wel. Ja, maar dit was het enige, zeg maar. Ja, Nee, oh. zeg maar qua vestjes die ze hadden. Ze hebben het gewoon allemaal. Ja. Nee, maar ik heb het ook. Ik heb ook met een jasje van me. Die zit ook. Zit er precies, zit de knopen aan, aan de linkerkant die, Aan Op de rechterkant. Ja, juist. Ja. Dus, ja. Dus, ik denk van hè. Dat klopt niet. Heel vervelend. Aan de linkerkant. Het linker. zie andersom, is het dat toch gewend zijn? Links. Ja. Dus dat, maar staat ook eens achterop je vest of niet? Ja, de toer data. Ah, oh, dat is wel ja. cool. Ah, leuk. Ja. Leuk. Hartstikke. Ja. Nice. Ja. ja. Dat was hem voor mij. <laughs> voor mij heb ik nu ergens een tourshirt. liggen, want het was in voor 2003 of zo. Ergens. Heb je eigen tourshirt? Tour <laughs> we hebben geen tourshirts gehad. Oh. oh ja, we hebben nooit echt een tourshirt oh, gehad. Oh, zo. nooit een Tourdata of zo uh, dingen gedaan. We ooit over gedacht met de band, maar toen dachten we: waarom zouden we dat doen? <laughs> dat is totaal oh, wow. geen nut. Want de mensen zijn die het kopen. Ja. ja, maar het heeft voor een Nederlandse band. Die zeg maar, tien shows in Nederland, drie in Duitsland, twee in België, heeft het niet echt veel toegevoegde waarde. Het is wel leuk als je van die hele. Je hebt ons... ook kure plaatjes, doet ja. En ja. Een oude kerk of een, of een gat of een. Uh... Anna Palona. Ja. Ja. <laughs> maar ik heb voor hele lange plaatsen, nou, oude Oude kerk en Amstel. Ik het heel shit vanuit. het maar het is. Het is ik, heb, ik zie het wel eens bij Engelse bands, en doen ze een Engelse tour. En ja, hebben dus allemaal van die plaatsnamen erop staan? Ik denk van ja, dat is leuk man. Ja, top. Ik, ik zie daar niet echt de toegevoegde waarde van. Nee. Ik vond het vroeger wel vet met mensen die de hele wereld over gingen. Dat je al die toelaten zag, weet je. En, weet je dat je dus Amsterdam Berlijn, en dan een stukje verder. Je denkt, ik Tokio. Ik ah, vet. Ja, voor, voor mij is het heel erg zeg maar... Dat uh, uh, dateert heel erg waar het vandaan komt. En dus is ook zoiets van, okay. oh, ik was daarbij. Ja. 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 Hey, voor jou is het ja. gewoon een checklist, wil je ja. zeggen. Moet je dan? Ja. 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 ja, maar wel ja. Ik vind het grappig. Vanavond uh, de Duitse opnemen speelt. Even naar Alien N Farm samen met CKY. Ja. Wel dus maar nostalgie. Uh, ik, ik en ik had het gisteren over een vriend van mij. Ik zei, ah, dat CKY t shirt heb ik nog liggen. En Dat heb ik inderdaad nog liggen. Het CKY t shirt van 2003 of 2004 of zo. En ik van, wow, ik ben oud. Ja. Het is een klassieke rock geworden. <laughs> 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 Leuk. <laughs> When did Motley Crew uh, Radio come. Team goals. Maar dit is een Ja. Wacht, dan. Ja. Oh, ja. Uh, ja, uh, ja overigens twee. Hoi. Ja. Um, nee, Ik heb um, eindelijk tijd gevonden om Invincible te spelen. Dat is een, een uh, singleplayer uh, game. Die is inmiddels voor alle platforms al uit, al een tijdje. Zeg maar wel iets. Inderdaad. En het is volgens mij gebaseerd op een oude Fran Franse comic. Het is sci-fi. Um, en echt, echt heel erg story-driven. Dus tot dusver zit er ook geen combat in of iets dergelijks. Um, je, zit op, uh, je bent onderdeel van een, uh, een onderzoeksmissie in de ruimte. En je komt op een oh, planeet. Ja, ja. En je moet uiteindelijk moet je, je crewmates weer zien te vinden. En weird shit goes on. <laughs> um, en het, 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 heeft, ja, het heeft gewoon zo'n typisch first-person onderzoeksvibe. Mm -hmm. Gewoon heel rustig en er gebeurt bijna niks. En dan word ik meestal heel erg paranoïde van. <laughs> Want je weet dat er wel iets is gebeurd. Maar nu gebeurt er niks op het moment dat de muziek dan ook wegvalt, weet je van Die Invincible, ja oké. Ja, dat is eigenlijk wel chill. Het is gewoon lekker om weer wat tijd te vinden om gewoon zo'n single-player game. Volgens mij is de time to beat ook ergens tussen de 10 en 20 uur zoiets. Oké, snap je van die? Nou, daar had ik ook zoiets van, ja, dat gaat nog lukken. Want ik zou het het liefst ook aan. Metaphor read. Oh ja, ja. Dat. Ja, dat is, dat is volgens mij ook alweer 100 euro. Dat is de Persona game, dus ja. Ja, ja. ja dat, dat ga ik gewoon niet af kunnen maken. Hij is nu ook een aanbieding, of in ieder geval. Er is, uh, er is hij euro, is nu toch? 20 euro. Is ja, hij, denk nu. Ja. hij is normaal 30. Ja. Ja, dus uh, nee, daar, uh, daar ben ik in begonnen. En tot dusver is het. Uh, ja, speelt gewoon lekker weg. Via uh, Game Pass. Of, uh... nee, 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 gewoon oh. gekocht. Oh, nice. Ja, ja. En deed me een beetje denken aan een andere Space game. En die had ook zo'n soort naam. Maar ik kom maar even niet op de naam. Dan ga ik daar weer. Moet ik gaan zoeken en zo. En... Ah, ah, nou, nee, ik ga ik niet doen. Je hebt wel de space bundle, dat is uh, dat is shipbreaker. Shipbreaker. Is dat hem? Ja. Shipbreaker ja. lijkt dat, dat dat. Was dat ook zijn veel... triller, zeg maar, op zijn ruimtestation. Ja. Oh, ja. Ja, precies. Die, alsjeblieft. <laughs> niet returnal toch? Nee. Nee, um, nee, nee, nee. Nee. Uh, nee. Oh, je bedoelt niet één dat je op de boordcomputers kijkt. Uh, ja. Meekijkt. ja Die dat noemt, de de rode band. rode observer? observer? Nee. Nee. Ja, nee. ja wel. Ja, internet observer. Nee. Die. Anyways, oh, welke, die, welke, welke op omroep max die ja, uh, <laughs> Invincible dus uh, gewoon een relaxed tot dusver sci-fi verhaal op een op een verlaten planeet die kennen we toch maar gespeeld maar echt, op streamen ja ja met ja. 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 met allemaal met wel Oude sporen die achterblijven okay. en wel met mysterie, en dat, dat vind ik gewoon even heel erg ontspannend. Dat is leuk. Ik heb de um, <laughs> nou, voor de losse je 2 nieuwe seizoen is weer begonnen. Dus ik heb uh, nu dit keer wel een badpas gekocht. Heb ik vorige oh. seizoen niet gedaan, want ik wist dat ik niet genoeg tijd zou krijgen omdat, om daar echt iets mee te doen. Hoop, uh, uh, hoop uh, patches zijn er geweest. Uh, de, het Halloween-event is nu Oh ja. Yeah. Obser observation. Observation. Um, Tuurlijk. Het Halloween-event is nu en. Daar hebben ze weer iets leuks mee gedaan. Kijk, uh, langzaam druppelt steeds meer informatie naar in buiten over wat er nou precies met de ontwikkeling van Overwatch 2 is gebeurd. Jason Schreier heeft daar een boek uh, over geschreven, ja. en er zijn al excerpts van die van het boek zijn al online bereikt. Oh, en een van de dingen was dus dat de, de PVP modus, dus de player versus player modus, wat oorspronkelijk eigenlijk alles van Overwatch 1 was, mm -hmm. um, ze, zijn, ze waren pas een jaar bezig om dat voor Overwatch 2 te doen voordat ze Overwatch 2 launchten. Okay. Alle overige tijd is gegaan... in de ontwikkeling van de Player vs. Enemy modus. De PvE modus. Jesus. Jesus. Dezelfde modus die dus eerder dit jaar is geschrapt. Wow. Maar we hebben in hun events de afgelopen tijd... hebben we al wel sporen kunnen zien van... goh, hoe had dat eruit gezien? En het nieuwe Halloween event van Overwatch 2... Uh -huh. heeft dus dat je abilities kan kiezen. Oh, okay. En dat zijn niet vier abilities. Nee, dat zijn er een stuk of twaalf of zestien... Okay. Ze zijn gewoon die hele. Individueel PV per hero. Wow. En uh, je kan niet met alle heroes spelen. Volgens mij zijn er, zeg ik uit mijn hoofd, mm. zo'n uh, 12 select selectable heroes. Uh -huh. Maar 12 maal 16. Dat is veel. Thrill. Ja, en sommige dingen zijn duidelijk overpowered. Maar het is, ik bedenk dat er dan bij dat ze oorspronkelijk bedoeld voor player versus enemy. Mm. Dus dan is het niet erg als je overpowered bent. Mm. Maar was het dan ook, was, is, is het dan ook een nieuwe PvP-modus dan? Uh, ja, het is gewoon PvP. Uh, sorry, dus, maar, sorry, sorry, Nee, er is geen Pvd... nieuwe PvE-modus. Nee, oké, okay, nee. dat dacht ik al. Je kan de oude natuurlijk nog wel spelen. Ja, natuurlijk. Nee, maar dit is eigenlijk, het is echt lachen, want je, um, je krijgt, uh, het is for, uh, First of Three in okay. King of the Hill. En iedere ronde mag je nieuwe abilities kiezen. Je mag ook één ability uh, schrappen en een nieuwe kiezen. Mm -hmm. um, en zo kan je echt combos maken, en kijken wat werkt. Oh. Uh, je kan gedurende event niet, uh, gedurende match niet van hero wisselen. Oké. Okay. Uh, dus die, soms, soms heb we je gewoon het best. Ja. Het is wel ergens wel tof dat ze eigenlijk gewoon alles wat ze geschrapt hebben, gewoon ergens proberen te recyclen en toch maar in de game te stoppen waar het kan. Ja, en anders ja. is het gewoon verloren development. Ja. Uh, nou dan ja, je in het, 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 het valt ook heel goed in de community, dus het is eigenlijk hartstikke leuk uh, uh, dat zo wordt. Het, het, Natuurlijk ja, heb je een beetje dat nasmaakje van what could have been. Yeah. Ja. De community ook niet meer zo heel groot, maar. <laughs> ja. Er <Well>, genoeg mensen. grapje <laughs> grapje. Gewoon niet ben men hurt before, yeah. um, maar dat, dat, dat is dus uh, dat is gewoon wel lachen. Nice. En daarnaast heb ik uh, recentelijk, of niet, niet eerst wel heel recentelijk, heb ik een laptop gekocht en daar kreeg ik drie maanden Game Pass Ultimate bij. Nice. Oh. Um, en daar zit het. Heet geen X Cloud meer toch? Heet het niet gewoon Game Pass Cloud of My cloud of? voor mijn Xbox Cloud Gaming of zo? Ja, zoiets. Uh, maar dat is dus een... gewoon de, de online streaming ja, van ja. Xbox. Was, net zoals GeForce Now. en, en weet, ik weet niet eens hoe de PlayStation-variant heet. Um, Luna. Xbox so, Cloud Gaming. Oh ja, daar yeah. um, Dat heb ik vroeger ook wel gedaan. Volgens mij is -hmm. PlayStation ook PlayStation Now. PS Now. Nee, dat hebben ze veranderd, geloof nee, ik. Want die hebben ook PlayStation. nieuwe. Uh, oh, PlayStation klopt, heeft ja. ook nieuwe abonnementen voor. Ja, yeah, yeah, PlayStation oh, Essentials, essentials PlayStation yeah. 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 Premium. Maar de bij de, het uh, duurste. Xbox Game Pass abonnement krijg je dat er dus bij. En dan heb je meteen toegang tot ook alle games van de Game Pass. Mm -hmm. Op je mobiel of waar je dan ook wil streamen. Oh, okay. Dat was voorheen. En dan heb ik het zeg maar in de jaren van Stadia. Weet u nog, lieve luisteraar. <laughs> um, was, de, was het wel een beetje een ongeschoven kindje. De, de latency was best, uh, best slecht. Um, het streamde maar op 720p. En dat lijkt eigenlijk... Dat hebben ze echt... Uh, flink verbeterd. Dus ik ben nou Assassin's Creed Orange aan het spelen. Ik ga geen competitive uh, titel erop spelen. Oh, um, nee. En dat, dat draait eigenlijk. Hartstikke soepel. Ze hebben een hoop quality of life dingetjes ook verbeterd. Dus als je op je mobiel bezig bent. En uh, je krijgt een SMSje binnen wat je SMSje, Jezus, open oh. Een appje binnen. Wederom, <laughs> welkom. <Oma> Max. Ja. <laughs> <laughs> en, een appje binnen. Uh, en je wilt even beantwoorden, dan um, dan sluit je niet dat geheel af. De postduif beetje... komt binnenvliegen. Ja, precies. Dan moet, moet je even voeren en dan weer terugsturen. <laughs> ik wil zeggen een telegram, maar dat kan tegenwoordig Ja. 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 ja, ja. ja is slang, Is hij alweer vrij? Volgens mij wel. Ik veel. Ja, het wel... Um, maar het, het, uh, het is echt heel veel verbeterd. En dat is hartstikke leuk. Dus gewoon op een Xbox controller uh, bloed koppelen aan je telefoon. En uh, ja. lekker aan de gang. Cool. Ik moet ja. zeggen, ik heb het ten, ten echt in het begin nog best wel veel geprobeerd. Uh, dat zelfs Forza en zo, race games, prima werken ja. daarop. Mm -hmm. uh, moet je wel een stabiele verbinding hebben. Um, als je net een beetje een Monkeyverbinding hebt op 5G. Als je op 5G zit je, je zit gewoon stil. Kan prima. Ja. Maar zodra je in de trein zit, ja, dan nee. is het gewoon ja, voorbij. Okay, de je, moet, je moet er eigenlijk al niet mee gaan lopen. Zeg maar. nee, nee, als je, dan, als je van, toren, van toren naar toren pinkt, ja. dan is het al weg. Ja. Daarom puzzelgames zijn wat dat betreft dan goed geschikt. Ja, zeker. zeker uh, ja. Dus dat, we, uh, dat, dat werkt eigenlijk uh, um, hartstikke fijn. Dat is uh, wel, wel relaxed. Ja, nice. Ja. Ja, die heeft die Razer QG, toch? Uh, oh nee, die heb ik al al tijden geleden verkocht. Dus oh. ik heb gewoon mijn uh, Xbox controller met Bluetooth. Oh, tuurlijk, ja. En ja. dus ik heb een standaardje voor mijn telefoon. Uit. Uh -huh. Ja. Sure. Het enige nadeel is wel, en dat ik heb natuurlijk hiervoor veel GeForce Now gebruikt. Uh -huh. En het voordeel van GeForce Now is dat je in feite je Steam library gewoon kan spelen. Ja, ja. Grotendeels. Ja, meeste, ja. uh, dat mis ik nog mm. een beetje bij Xbox, want ik, ik heb hem ook nog een paar titels op Steam staan. Single-player titels van Ja, de, die zou ik graag willen spelen. Stel, maar naar een de Steam Deck, inderdaad. Ja. Is idee voor <laughs> nou ja, daar is ook nieuws over, hè, dat uh, er pas in 2026 op zijn vroegst een nieuwe Steam Deck komt. Nou, misschien ja. dat dat moment zal zijn dat ik instap. Of dat er nou dinnabel moment zal zijn om er nou in te kopen dat je anders ook moet wachten. Nee, nee, want ik heb nou de streaming, vind ik prima. Mm. En het gerucht gaat dat Xbox dus aan het werken is om games die jij op andere platforms of lokaal hebt... Uh -huh. dat je die ook kan streamen. Ja, daar zijn ze mee bezig inderdaad. Ja. Um, ik weet wel dat er een aantal partijen tegenwerken. Ja, het kijk, we, ik weet niet hoe Xbox dat gaat inschieten. Je kan natuurlijk zo doen dat je bijvoorbeeld je Steam-library... of je Epic-library kan koppelen aan je Xbox-account... en dat je het op die manier gaat streamen. GOG, dat idee. Die ja, alleen met GOG ja. heb ik altijd of, externe launcher nodig. zijn. Ja. Of ja, okay. het kan zijn dat... Uh, dat Xbox het dan heeft over local in-house streaming. Dus dat je in principe gewoon ja. je PC gebruikt en daarvan streamt, wat Steam bijvoorbeeld ook al uh, heeft gedaan. Ja, Zeker. En uh, met, met het Steam, is niet Steam, duidelijk welke vorm ze daarin willen. En met Steam kun je dus wel externe games pakken, die je dus via daar dagen launchen. Ja. Uh, alleen dan moet je dus zorgen dat, dat je launchen voor voorskort, anders dan werkt het niet. Maar dat is een, dat is een, dat is een hele makkelijke manier ja. voor. Zelfs Steam uh, op Steam zelf, zeg maar, waar daar gewoon een guide staat... hoe je het moet doen als je andere game wilt launchen. Ja. Dus alleen ik je cloud maar, ga clown gaming? Clown gaming. gaming. Uh -huh. <laughs> met, met, met cloud gaming is het zo dat. Ik weet dat Xbox heel lang bezig is geweest ook met uh, dingen als Nintendo-partijen. Om met, mee te ja. nemen met cloud gaming en, en, en dergelijke. Maar en er zijn er heel veel partijen die zeggen: van ja, luister, we hebben geld geïnvesteerd in een GeForce Name. Nou, we hebben geld geïnvesteerd in andere partijen of andere bedrijven. Of juist ons eigen streamingsysteem. Uh, dus nee, dat gaan we nog niet doen. Maar ja, weet je, het is een kwestie van tijd en, en geld. Dat komt de tijd op neer. Voordat de partijen gaan zeggen: ja, Xbox. ...succes ermee, doe maar, uh, laten we lekker launchen... Uh, ...maar zorg wel dat ze de games via ons kunnen kopen. Yeah. Want je gaat jezelf natuurlijk kapot concurreren... ...als, als een uh, Steam zijnde... ...dat je Steam games die jij in je library verkoopt... ...ook via de Xbox Game Pass kan spelen gratis... Mm. Als je de, ...want je hebt voor de voor Xbox Cloud Game heb je de Game Pass nodig... Ja, uh, die dan zeg maar drie, vierhonderd titels 400 titels van, van Ubisoft, van EA, ja, van, van ja. Xbox, dat je die gratis kan spelen terwijl die voor 20-30 euro bij Steam te koop zijn. Je, je steekt jezelf natuurlijk ruwelijk in je vingers. Uh, en dat wil je natuurlijk ook als Steam ook niet zijn. Ja. Ik weet wel dat er manieren zijn inmiddels. Hoor. Er zijn echt echt wel genoeg manieren om die uh, via, via het launch, al denk ik, dat op dit moment eerder de prioriteit ligt bij de Xbox handheld. Denk ik nog steeds. Ik is vast. Uh, dan dan dat ze dat echt met cloud gaan doen. Ik hoop wel echt oprecht dat het de handheld van Xbox geen cloud gaming console wordt. Ah, wel een co handheld console met cloud game uh, capabilities. Prima. Helemaal blij, helemaal goed. Maar niet alleen maar cloud gaming. Weet je, nee. Zoals een Xbox Series S, perfect. Zoiets, weet je, maar dan, ja. dan in je handen ja. prima. Maar uh, niet, ik, niet zoals de Logitech Cloud. Ja, ik, ik ben bang uh, dat de Xbox handheld te veel, uh, net zoals de ROG Ally gaat zijn. Kijk, hetgeen wat de Steam Deck van alle Windows-handhelds onderscheidt is, behalve natuurlijk zijn is dat het een custom apparaat is. Waar de Logitech Claw, of nee hoe heet het? MSI Claw, de RG Ally, dat zijn gewoon run-of-the-mail AMD-chips. Waar ze Windows zo goed en zo kwaad mogelijk op proberen te laten draaien. Daar stokte het hem. Ik denk dat als Xbox gewoon komt met een custom launcher voor handhelds. Dat zijn ze. Dat die Windows-markt voor handhelds echt kan groeien. Weet je, big, big dus ja. twee keer geleden hebben we natuurlijk dat die screenshot gezien hè, van Phil Spencer. Mm. Uh, of in ieder geval Phil Spencer van, van Microsoft. Die zei: van, ah, we hebben iets leuks. En dat Phil Spencer het ook al een beetje over had: van ah, een layout voor een mobiele, uh, mobiele ja. vibe. Ja, dat, dat, daar zijn ze al mee bezig. Dus het, het feit dat ze natuurlijk al de Xbox Cloud Gaming hebben... op je mobiel, die layout is heel goed, die is heel duidelijk... Ja. En het feit dat veel spens met zijn back niet uit door handhelds. <laughs> ja. weet je, dat is gewoon een ja. inkopertje. Alleen ik denk ook wel dat ze moeten wachten dat Xbox misschien zelf moet, moet wachten totdat Microsoft zegt van hé, hey, nu hebben we een mobiele versie van Windows die wel draait op jullie apparatuur. Mm. Ja, precies. Wordt ze daar zeggen van hé, hey, kijk, we hebben een nieuwe Xbox handheld, ja. maar we nog geen Windows Mobile, dus sorry. Ja, doen we ja. Windows 8 gewoon afstoffen, dat komt <laughs> goed. <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, maar het is wel uh, ik denk dat het wel met elkaar misschien iets uh, te maken heeft. Ja. Ze kunnen niet de handheld uitbrengen zonder eerst Windows te fixen. Precies. Dat in ieder geval Windows Mobile te fixen. Ja. Windows zelf fixen, dat gaan ze nooit doen. Nee. Want, een beetje nee. zelfs een steamer was inderdaad. Een ja, goeie, ja. ja want daar, daar zit uh, de crux in. Maar goed, dat uh, waren mijn uh, afgelopen twee weken. Nice. nice. Met een paar tensions. Oef. Een paar. Doen we nooit. Nee. Nee, nee. Mocht je voor het eerst luisteren, bij, nooit, wij doen nooit tensions. Nee, nee, nee doen we nee. niet. Spijt To the point. Gijs, heb jij buiten uh, Steam Next dingen nog dingen gespeeld? Uh, eentje dan maar. Hè. Vertel ja, het zijn nog zo'n zero zijn weer hè? ik bedoel, er is zo'n zero, ik, ik dit is de Overwatch 2 van Guis. Ja. Ja, ja, ik wil, ik wil keer een bingo-kaart maken voor onze aflevering. <laughs> ik denk dat er misschien al mensen zijn die dat al lang hebben gedaan. Laat weet het weet. ons weten. Als, ja, je, als ja. je luistert inderdaad, is het een Discord. Drop jou een suggestie voor de bingo-kaart. Ja, oh, ja, ja dit is sick. Ja, ik ben benieuwd. naar. oh ja, dit hoor ik elke keer of oh, dit hoor ik nooit dat nou, we het er wel een keer over hebben, dat je het dan wel een keer ja. af kan kruisen. Mm -hmm. Cozy oh, ja. nee. ja. <laughs> Dus Drop jouw suggestie voor de, voor de bingo kaart in, uh, in onze Discord. Ah. En dan kan je ook een keer een stream bingo kaart maken. Ja? Leuk. Dan krijg je wel, wel van die verhalen van, ja, ik zat in de bus en jullie podcast luisteren en ik riep en ik een oh, bingo. Toen ik pas in de gaten dat <laughs> in de bus zat. <laughs> <laughs> dat soort ja. dingen. Dan denk ik ook een hond reageert. Yes. Ah, die heet de bingo. <clears throat> okay. Okay. Zullen we zo'n zero? Ja, nieuw, nieuw content. Er uh, was pas geleden een nieuwe update. Een 1.3 uh, geloof ik. En daar is weer een nieuwe extra mission patch uitgekomen. Dus ja, daar ben ik nou weer lekker mee bezig. Dus nice. ik, uh, cool. ik krijg het niet voor elkaar om alle, alle quests uit te spelen voordat er nieuwe zijn. Dus aan de ene kant een goed iets. Maar... Ja, luxe probleem. Ja. Ja. Dat is niet, dat is, dat is niet zo'n ramp. Dat is gewoon leuk. Maar ik heb er ook geen haast meer. Dat scheelt ook in. Uh, ik denk als je het echt heel erg voor een try had en zo, dat je dan bakken, maar je altijd kan geven. Maar nee. dus misschien moet uh, een je met je mobiel spelen. Ja, dat dat trekt hij niet. Okay. Er zijn genoeg gaming-communities die, die zeg maar en zo nog een beetje te heigen zijn. En dan komt er een update en dan is het een druppeltje zo. Oh ja, yeah. dankjewel. Een beetje Thank de Wolkenmuur community zeg maar. je uh, Master. Why are you talking about me like that? <laughs> <laughs> dat is Bart met Overwatch. Yeah. 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 Overwatch 1 met name. En ik yeah. content. Yeah. <laughs> klein beetje hoop. De Minecraft community gedraagt zich ook zo, maar die hebben eigenlijk helemaal geen reden om daar nee, zo over te gaan. Nee, zeker niet. Die hebben, die hebben elke elke ja, paar maanden gewoon een gratis nieuwe update. Gratis voor een, voor een best wel een flinke update ook. Uh -huh. Maar ze zijn tegenwoordig niet meer zo flink. Maar je hebt je nieuwe texture. Ja, okay. ja, wat? Een nieuwe texture. Nou, dan, dan nee, dat ja, ze de... die ze niet uit. Dat, dat, dat doen de motters. Mm. <laughs> ja, Oké, okay, maar de Prima. Uit nee, buiten dat dan niks. Buiten de Steam Fest heb ik ook nog wat dingen gespeeld. Onder andere Skyrim draait echt heerlijk op Steam deck, nog steeds. Wat ze ik bedenk me niet dat ja, nee. Ga verder. Ja, ja, je We hebben hem niet genoemd. Hij staat ook gewoon op beeld. Skyrim gespeeld als ze gewoon lekker chill op een Steam deck hier en gewoon lekker steeds al onderuit gezakt. En ik ben er gewoon lekker mee door aan het kabbelen. Ik heb nou, ik ben nou level 21 of zo. En ik ben nu mezelf meer aan het door moeilijkere dingen te gaan doen. Want de rest wandel ik zo doorheen. Ja, weer een draak. Hij is aan met nuslokken. Vi 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 <laughs> vier, keer, vier keer schiet op zijn ding. Dus ja, weg. Dus ik ben oh. al wel meer uitdaging aan het zoeken in de game. Maar gelukkig is dat er wel. Want je kan... Modder. Nou ja, dan niet alleen. Maar je kan ook gewoon naar gebieden toe waar zwaar overleveled enemies zitten ten opzichte mm. van wat je hebt. Dus een Ebon Warrior tegen Heb jij Elden Ring gespeeld? Nee. Ik heb wel um, Bloodborne gespeeld. Fucking vet. Uh, um, Dark Souls 1 heb ik gespeeld, 2, ja, niet de 3 wel. Elden nog niet. Zeker hoor. Schijnt heel goed te draaien op Steam Black ook blijkbaar. Oh. Maar oh. Uh, ik, wacht, ik wacht even tot die keer de aanbieding is. Ja, ooit is hier. Ja, okay, ja. ja, hij is aan een paar maar 35 euro geweest, ik wacht even tot hij rond de 25 komt. Ja, precies. Zodra From Software een nieuwe game aankondigt, of in ieder geval een release date heeft voor een game, dan zal die wel weer een beetje een prijs droppen. Elden Ring 2. Maar uh, ja, Elden is wel iets waar ik ooit een keer aan wil beginnen. Maar dan moet ik echt gewoon gemak, niet op stream, gewoon onderuit gezakt. Lekker chillen. <laughs> streamen uh, dan verder. dat de, de, Counter. Heb ik nog gestreamd? Woe, woe. Oh. Uh, Starfield gestreamd. Uh, ah, ja. In samenwerking met Bethesda. Dus dat nice. was, uh, was gezellig ook op hun kanaal nog, uh, nog gestreamd. Dat de afgelopen twee weken nog. Ja. Ja, dat was een hele Ja, Dat was een, ja, een, een stream break ja. over. Dat was heel gaaf. Want uh, Gambolle Camille begon zich zeg maar met de save. Het was wel een bestaande save, Anders is het heel lastig om in de DLC terecht te komen. Vervolgens, dan, Anzo we het over en daarna nam ik het over. Dus ik kom echt in een. Ja, echt. Uh, ja, met die man, ik, kwam in een ik kwam in ja, een battlefield terecht. Ik kwam in een battlefield terecht. Ik had negen dumbbells bij. Dus ja. ik was zwaar <laughs> overgummerd. Um, dus ja. ik moest ja. al die shit erop, allemaal, allemaal gejat, dus gejat spullen in mijn in inventory. <laughs> uh, overal, zeg maar. NPC's die neergeknald waren. Ook key-NPC's. Dus ik kon een de quest kon ik niet doen. En ik denk, ja. nou ja. Oké, okay, dan gaan we het maar anders doen. <laughs> ja, dus dat was echt chaos, maar dat is wel leuk. Dus het, was, uh, het was lachen, het was mooi. Uh, um, en ik ben expres nooit, ja, ik, ik, had, ik was al even bezig een paar minuten en zei ik, nou voor de mensen die nu pas binnen zijn, dan kan ik al wel mensen later binnen. Ik dus dat doe ik nooit een keer opnieuw, lang niet te zien wat er gebeurd is. Dus dat was wel uh, was leuk. Mm -hmm. Dus daarmee vermaak ik natuurlijk mijn eigen stream wat, uh, wat stofje gespeeld. Shadow Space DLC, uh, samenwerking met Bethesda, was echt heel tof. Uh, ja, ik moet zeggen, in het begin dacht ik mezelf, Shadow Space, van, is dit hem wel? Is dit hem niet? Is het hem wel? Ik ben nu een beetje aan het spelen en ja, het is geen 10, zeker niet, mm -hmm. maar het is ook geen 5. Uh, het is gewoon een goede, gewoon een prima voldoende, zeg maar. Uh, de, het is niet, niet, niet zo goed als dat sommige DLC's zijn, bijvoorbeeld voor het Fallout 4, je, Far Harbor ga uh, Far Harbor, uh, Far Harbor uh, uh, bijvoorbeeld is natuurlijk veel beter, niet te vergelijken. Nico Zelfs Niko World, World ja. is veel beter. Uh, uh, met Skyrim natuurlijk ook zoveel DLC's die daar beter in zijn. Een, een, een 6,9? Ja, nice. Nice, ja. Yes, yeah. Uh, maar dat was wel echt uh, leuk om te doen, weer om een keer weer te streamen. En uh, ik ga weg allemaal pop-ups om een keer op mijn scherm. Mooi. Uh, ja. Um, ja, verder, ik, ik, verder gewoon een beetje, een beetje chill. Uh, om weer terug te zijn in, in streamingland. Ja. De eerste stream was ook gewoon. ik heb een, eerst een, een half uur? Een drie keer het oude hoeren. <laughs> ja. En dan mag een hier gaan gamen. Zo stop En ik ga weer vaker streamen. En ik wil deze maand eigenlijk nog beginnen aan lmw tv Ah, uh, nice. Ze uh, staat al braaf geïnstalleerd. Zijn we heel, heel, ze me heel aan te aankijkers aan. Gaan we? Nee, nog niet, nog niet. Oh. Nog. Oh, jezus, joh. Joh. Uh, er zijn nog een paar andere games die we nog spelen. En we hebben natuurlijk nog gestreamd. Ja. Ghostbusters, die jullie ja. allemaal vergeten oh, ja. zijn. Ja. <laughs> Zo leuk vonden de jongens het. Het, ja. het, het. het was daadwerkelijk wel echt heel erg leuk. Het was, <laughs> het was echt een onverwachte leuke game. Ja, ja. ja. het was vermakelijk. Het was... Het, was, het was veel leuker dan we allemaal verwacht hadden. We hadden ja. allemaal zoiets van, ja, we zien wel. Vooral omdat het game natuurlijk is gelauncht zonder veel bombari. Ja, het was gewoon gedropt. En inmiddels gratis via Amazon, misschien nu niet oh, ja. meer, maar ja, ja. was gratis op Amazon uh, Prime. Mij tot, tot Fix, in november ook. Ja. 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 Dus je kan hem ook krijgen. Zeker. En het is echt wel leuk, want het is een soort van versmo van light mixed met Dead by Daylight. Ja, zoiets. Ja. Uh, je kan hem ook 4 tegen 1 doen. Uh, als ja. je ja. is zeg maar, view, uh, de game, of ik wie shit heet. Uh, ja. Uh, ja. Ik, al die games Dead by Daylight en nog 25 andere daarvan. Ja. Zo'n zo versie kun je doen, maar je kan hem als vier gewoon ghost gaan capturen. En dat is best wel leuk en soms is dat best wel moeilijk. Ja, er ja. waren echt zeg maar, momenten ertussen dat. Eén game die duurde twee Drie minuten, minuten. Ja, ja. En, en soms duurde het ook gewoon een kwartier. Ja. En, ja. en toen kwamen we erachter dat er ook zeg maar achievements waren om damage <laughs> ja. property ja. te doen. En toen werden we in één keer helemaal geen spoken meer gevangen. Ja, dat, dat heel zijn, maar was dat wel een museum was... volledig in de as gelegd. Ja, helemaal ja dat klopt. Daar was niet zoveel meer van over. <laughs> we moesten op een gegeven moment ook uh, de, een, van de, een van de van de van die objectives was ze wél maar ramen kapot maken. <laughs> wel. In een museum. Denk, let's go. <laughs> ja, dat <denk> ging <laughs> heel snel. Zeg maar, stel je voor, je ziet er recht voor je een geest. En vier Ghostbusters lopen alle vier om die geest heen en gaan en de raam Ja, dat was een beetje wat het was. Ja. Ja. Maar die, dat level hebben we toen uitgespeeld met 97%, ja. dus met nog maar 3% over ja. op de tellen, Want anders was de mission failed. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja, ja. Er is verles met. Oh, je ja, moet dat ding nog vangen. O, nou, ja, ja dat ook even. <laughs> ja, maar uiteindelijk wel gelukt. Dus uh, ja, ja. ook mooi. Nee, het was inderdaad verbazingwekkend leuk. Het uh, heeft wat ruwe randjes. Dus uh, volgens mij hadden al onze PC's er ja. moeite mee. Als Het ja. lag, lag niet aan onze PC. Dat nee. nee. je Rui, vertel, precies. een automatisatiestukje. precieze optimalisatiestukje. Ja, uh, lag spike soms. Ja, leuk. Het viel allemaal nog nogal mee inderdaad. Ja, zeker. Het viel reuze mee. En ik denk dat het echt gewoon een keer voor herhaling vatbaar is voor. Misschien een keer als we een keer een uur stream doen die ja. een keer tussendoor pakken of zoiets. Ja. Ja, dat lijkt me wel geinig. Of ja. uh, wat dan ook. Lekker ging lekker vlug. Ja, zo. En, ja, gewoon de, allemaal customers en extreme personen staan erin en zo. Over de level 30 volgens mij, toch? Ja, ja. ja. ja, ja dat was, ik, ik zat over de level ja, ja. 30 niet. Voor, ja, ik ja, uh, uh. ja. Nee, het hakt er wel in. Dus uh, 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 dus was een, uh, was een uh, leuke suggestie vanuit uh, de, de, uh, Amazon. Ja. Ja. <laughs> de, uh, ik zag weer in de game komen dat ik hem gratis kreeg. Ik denk, met hoeveel man kun je spelen? Oh, met z'n vijven. Oh, nou, nice. Dankjewel, maar vieren, meneer Bezos. Met ze vieren ook uh, co-op tegen de computer. Hé! Yeah, yeah. yeah, let's go! Nice. En Dennis is ook blij om hoe die dingen vers moeten doen. Ja. <laughs> ja, dat scheelt ook. En toch maar spoken en, en, niet, toch maar spoken en niet eng. Toch en niet zeker. Maar, <laughs> dus, uh, de, maar de volgende stream die staat 14 november gepland, zeg ik aan mijn hoofd. Ja. Zullen uh, dus, we ja, suggesties? Uh, ja. Dus uh, ja, ja, we kunnen natuurlijk die Black Ops 6 uh, doen. Uh, oh, uh, want die komt, de, die komt uh, vrijdag uh, 25 oktober uit. Ja, deze, deze. morgen. Oh, ja. Je kan hem al, al pre-installeren. Ik weet niet wat install-size is. Ik heb oh. hem niet gekeken. Uh, nou, Oké, okay. op vaak... uh, Zonder Warzone zeg ik 120 gig. Ja, ik denk okay. niet de hele verre afzet. Je kan hem tegenwoordig gescheiden. Klopt, ja. Ik, ik denk ook. Ik... Oh, okay. wacht. Ik ben ook nog één ding vergeten, ik heb um, Modern Warfare 3 uitgespeeld. Oh, in één setting? Nee, oh, okay. nee, want daar heb, tijd heb ik niet. Eh, ondanks dat het maar zo weinig Guretjes. is. <laughs> maar toen kwam ik er eens achter, had ik als gedaan. <laughs> zo forgettable was die singleplayer dat er, ik echt de, bij dat de, einde zat. Van de remake. Ja, dat ik echt bij dat einde zat van. Even dit zien. heb ik al eens gezien van hele late déjà vu, hè? Zo. Nice. Ja, Dan heb echt het gewoon een honderdduizend gewoon... Nee, maar ik denk Black op 6 uh, Zonder Warzone. Uh, 112. 107. Ja, is 107 is 112. Ja, ja 120. Uh, wat ik er net van zag staan is... In mijn eerste oh, gok was 250, Oh vaardig, ja, maar... is, hij is het gewoon aan het opzoeken. Ja, ja, ja. Warzone is al... Uh... Ja. Ja. Um, 149 gig. Ah. Oh. Wow. Dat, Sonder Warzone. En, dat is dat is uh, dat is Sonder Warzone. Met Warzone is het 300 gig. <laughs> maar dat, dat 300 gigabyte, Dat ja, is dus, niet ja. normaal. Het, het is, als je de hele instel doet dus multiplayer, single player, Warzone en alles op een raad. Dat is 309 en aan, gigabyte. Ja. Daar zit je dan mee, één terabyte console. Ik kan ja, maar optimalisatie optimalis is kleiner. Ah, oh, op de optimalisatie? Okay. Why should we? Nee, hey, we fucking not optimized. Schijnbaar is dus de, de Xbox, op, op de Xbox is die dus maar 137 gig. Ja, maar daar heb je waarschijnlijk geen 4K textures. Ja, yeah, oké. Okay. Mm. Mm, ja, dus, uh, maar er zijn, uh, er zijn verschillende versies, verschillende want die kunnen dus campaignpacks kunnen installeren. Uh, er zijn allemaal verschillende manieren daarvoor. Het andere zegt 102 gig, maar het is allemaal zo onduidelijk. Ik? Even kijken hoor. Ik, heb hier even Hoeveel, een, uh, ik ga wel echt weer extreem boos worden. Alweer, hmm. Als je de weer naar een aparte launcher moet, Tuurlijk. Vanuit ja, de ja. main launcher op de campagne. Nee ja, zeker. Je, je, je gaat, een Call of Duty launcher. Je moet eerst de Call of Duty launcher in, dan moet je de Black Ops 6 launcher in. Ja. En dan gaat drie starters in single player spelen. Ja, I will. Ik ga het gaat zeg maar voordat je in de single player bent, ben je echt een kwartier verder. Xbox ja. uh, launcher, Call of Duty launcher. Dan Black Ops 6 singleplayer launcher. Ja. Dus, uh, anyway, uh, maar dat, dat kunnen we misschien wel gaan doen. Als, uh, als Bart ja. over zijn frustratie heen is en <laughs> jij genoeg ruimte hebt op je. Ja, ja je hebt een 2 ja, terabyte ja, ja, SSD. dat komt goed. Uh, nou, maar ik, ik, ben, ik was zeg aan het denken: van hoeveel uh, PlayStation 2 uh, 8MB memorykaartjes zijn dat? Heel <laughs> <laughs> veel. Dat zijn er een aantal. Er kunnen veel. we dat visualiseren? Uh, Wie heeft een Blender? Ja. Oh. Ik heb hem blender naar beneden staan, maar niet voor mijn smoothies en zo. Ik had natuurlijk een keer voor een ding uitgerekend voor Cyberpunk hoeveel flopjes je dan nog zou, want dat was die special uh, edition. Ja, dat was die. Uh, de special edition. Misschien ik... dat ik inmiddels wel uitgerekend heb hoe, hoeveel, hoeveel uh, memory sticks het is. Ga ik wel misschien, misschien dat ik er zin in heb. Oké. Okay. Nice. Dus, en als dat zo is, dan zie je het nu in beeld. <laughs> en anders ben ik gewoon, nou, anders ben ik gewoon naar LP's aan het wijzen. Dat is ook, <laughs> dat is ook leuk. Ook leuk. Wat fijn is als ik dit doe en ik ga door mijn timeline heen, dan weet ik precies dat ik hier mijn plaats plaatsen. Dus ik voor mezelf een visual key, oké. Okay? Nee. Moet je zeggen: Hoe is het ook? Ik heb dat tijd. Dat is waar. We moeten gewoon een zaklampje meenemen. Ja. Oké, okay, hier. Ja, dat is leuk, maar, dat is maar dan moet ik ook niet te snel erin scrollen. Dan, is ja. dan zie ik het niet. Nou, even, even een tangent, doen we nooit. Um, je kan dus volgens mij uh, vanaf uh, OBS 13.2 uh, of zo. Kun je ja. chapters ah. in je opname. Ik, zetten. ik kan er gewoon een klikkertje pakken. dan ben ik ja, dat, ook. Ook, dat is vervelend, dat hoor je. Jawel, maar dan kan ik, kan ik uitknippen. Weet je wel waar je moet knippen? Je <laughs> kan ook gewoon op de C van tjikken. Die paar keer, ik kan ook gewoon dit doen, dan ben ik ook okay. Anyway, um, verder. Dus. <laughs> Gaming. Uh, Steam Next Fest is oh ja. Steam Next Fest was bezig. Uh, was bezig tot ja. met de 21ste. Veel games gewisslist, veel games oh, grote aangekondigd, veel bombari. Uh, heel veel dingen waar ik dacht: van we niet, boeien niet, boeien ja. uh, Wat heb jij allemaal gespeeld, Rijs? Uh, nou, nee, ik zag een. Omdat je groot werd aangekondigd. Ik, uh, deze werd niet zo heel groot aangekondigd. Maar er was wel iemand die. Vond dat hij een hele grote naam had. Omdat hij aan Skyrim had gewerkt. En Fallout. En. Uh, nog een paar van die games. En dat was The Axis Unseen. A-X-I-S. Axis, ik denk, hè. En. Ja, dit, dit is een, een hele. Aparte game. Want je wordt eigenlijk gewoon. In een bos gedropt. Met een boog. En. Stuk het maar uit, ga maar op dingen schieten. Ik dacht van, oké, okay, uh, je krijgt eerst een hele... ...ja, hele aparte intro met, met een semi-heavy metal... ...want ze noemden het zelf al een heavy metal intro. Dus ik vond het heel erg meevallen. dat ik dacht van... Vandaag uitgekomen terecht, op, op, op een dag van opname. 22 ja. oktober kwam je uit, sorry, ja. Um, ik, 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 ja. Ik kon hem helaas niet al te lang spelen. Een uh, goede tien minuten, want toen was ik uh, fucking motion sick... Was, ...als ik helemaal dus ja, nee, het is een dit... first person. Uh... Ja, het ja. is een first person. Je hebt een boog in je handen en het is een beetje op, op enkel basis zitten. Oké, okay, geen crafting of zo? Je hoeft het niet in een huisje te uh, maken? Zover ben ik, ik in ieder geval niet gekomen, maar het <laughs> lukt het. Ik, ga weg. <laughs> maar Lekker, het, het, het wel, was ja. inderdaad niet voor mij, want ik kon hem één, niet te lang spelen. En twee, het, het idee stond me iets minder aan dan ik eigenlijk gehoopt had. Ja, waarom van, lees je een fucking videotrailer met meer artifacts dan, dan een stream of vijftien... Dat 15, 15, dus, 15, dus, 15, 15, 15, 15, dus, ja. <laughs> wel blijkbaar gemaakt door een dude die level design heeft gedaan voor Fallout. Wel, ja, daar ik ook Dat dat. Ja, toen, ja. Oh, dat had oh, ja. ik niet gehoord. Heb je met de horror game created by One of the Developers of Skyrim Starfield yeah. of Fallout? Ja, oh. ja. Die, die, die games hebben nog wel een aantal developers gehad. Ja, een kleine <laughs> ja. 400. Wat, wat, <laughs> je zit op Steam, heeft hij al een score? Uh, ja, je is ja. vandaag pas uitgekomen. Ja, dus die, uh, mostly positive. 1,6%. Dat is die slecht. Ja, 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 ik bedoel, de game is ook maar twee tientjes. Ja, voor een Double E. Is dit nou een Double E? Ik denk het uh, wel eens. Nee, is een in, Indie, denk ik dit. Nee, uh, ik denk, ja, het zal. Ja. Het, uh, indie, het, het is niet voor jou, ja, het, het is, het is indie. een Indie. Huh? Ja. Heavy, heavy Metal. All right. Nee. Daar, daar hamelen ze nog heel op. Ja. Um, een volgende game die ik heb gespeeld was ook met een boog: Blacktail. En die zat twee maanden. nog met je geluid? Klote steam. Of een maand geleden of zo in de. In de Hummelbundel volgens nee. mij. Ja. En dit, gaat, dit is een verhaal over uh, twee zusjes. Die, um, die worden. Ja, je die, die wordt wakker ergens en je krijgt het verhaal van je zus mee. Um, die is gekidnapt door een heks. Eerst de Makkelijk, te, ja, makkelijk zij. En het, het gaf mij een beetje uh, fable vibes. Want uh, oh. op een gegeven moment krijg je de. Je krijgt heel veel keuzes in de game die je moet maken. Want je, moet, ja, je wordt wakker in een. Um, mijn kampvuurtje, je hebt een boog in je hand, je moet daar de tutorial op Dus je moet daar uh, eten zien te vinden. Op een gegeven moment moet je een hert neerschieten. Oké, okay, want je moet eten hebben. En op een gegeven moment krijg je dus steeds meer van die morale keuzes van ga ik iets neerschieten ja. om te kunnen eten? Ja. Of um, ja. la, laat ik het en dan ga ik eerst een paar beste zoeken of zo. So. En elke keus die je maakt, heeft dus invloed op um, ga je goed of ga je slecht. Ja, oké. Okay. En uiteindelijk word je dus tussen haakjes geadopteerd door, door de heks zelf, zeg maar. Of in ieder geval de, de stem in je hoofd. En dan kan je dus gaan bepalen van, ga ik inderdaad de dark side op? Of ga ik inderdaad gewoon dark kijken side. Of, uh, de goede kant op blijven <laughs> gaan. Power. En cool. ik heb ik er een paar uurtjes gespeeld. Het zag er best prima uit, moet ik eerlijk zeggen. De stem, of de voice acting was ook best wel goed gedaan. Mm -hmm. En ik, uh, ik denk dat ik deze nog wel even verder ga spelen. Oh, ja, ja, leuk. Cool. Ja, ik, uh, zat, zat in de humble uh, zat in de bundle Ik meen... Twee maanden terug, maar kan ook vorige maand zijn geweest. Dan heb ik hem zo ja. ergens, maar... Waarschijnlijk Waarom ik hem opzeggen als ik nog maar 1200 ongespeelde games heb? <laughs> ja, dat ken ik. Uit? Nou, dus dat aanraden Blacktail. Ja, voor wat ik nou gezien heb, prima game. Uh, volgende in het rijtje, The Precinct. Ja, die vroeg vet. Ja, dat dacht dat ik dus is ook. Super cool. Ja, het, is, het deed mij heel erg aan. Ik heb het ook opgeschreven, een beetje GTA 2, zeg maar, die, die vibe als je neerkijkt. Top dan Pixel? Ja, ja, maar, Pixler, maar, maar, ja nou, nee, het, het, het asymmetric, is, 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 is asymmetrisch, maar het is wel met, met redelijk moderne graphics. Ja, ja, dat, ja dat is sowieso. het. Het zijn geen Euro geen, geen, geen Engine 5 raytracing dingen, nee. maar wel gewoon modern style graphics. All right. Al, alleen dit, uh, deze keer speel je als uh, politieagent. Ja. En je komt daar als, uh, als rookie uh, kom je uh, bureau binnen, je krijgt uh, een heel introductie, uh, natuurlijk je misschien en zo. Maar het is, uh, ja, je bent gewoon politieagentje in spelenijden. Ja. Ja, je bent. Je, je, je bent wel de zoon van een, van een hele beroemde politieagent, ja. een hele beroemde captain of iets in die richting. Uh -huh. uh, en je, ja, wat je zegt, dat je bent gewoon het spelen, maar je bent dus. Uh, dingen aan doen als police scene chases, ja. tot aan mensen een boete geven omdat ze op met de graffiti rand. staan ja. te klooien, ja. tot aan zeg maar een helikoptervlucht dat je dus met een spotlight een auto moet volgen oh, zodat ja, ze op de, de grond op de het, het is geen simulator voor mijn gevoel. Waar die dan nee. misschien wel met sommige mensen geclassificeerd zou worden. Want het is wel iets meer high-paced en uh -huh. meer action. Ja, maar het is ook mooi die grens op inderdaad. Want aan het ene moment mm. moet je een ronde lopen. en dan ben je boetes aan het uitslaan voor fout parkeren of voor, ja, voor meters die, die leeg zijn. Ja. op een ander moment moet je achter een, een bankhoever vallen gaan. Dus ja, er de... ja, het is, het is, het is, het is lekker veel variatie. variatie. En de, de, de demo is misschien nou, nog een uurtje, denk ik, een half nou, uurtje nou, of zo. Ziet ik drie korte chapters die je kan ja. doen en uh, ik ben niet wel site dus Hij zijn meteen op de wishlist gegaan ik vond de de, de characters en zo en de voice acting ik ook goed gedaan in de, ja het zat er goed uh, zat er goed in deze ja echt heel tof de cool. ja, precinct de precinct oh, zeker ja. dus ja, uh, yeah, wordt ik gewoon een die game dat, dat ik niet heel niet, niet heel prijzig gedoofd in 15 euro of zo zoiets zal het zijn uh, ja. maar, maar ook de, een, deze is flinke wishlist het geeft mij een beetje de, de, de vibes van de game deck van een paar jaar geleden ja 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 ja, ja dat idee zeker ja, ja zeker. Like. cool Ja, had je dan nog verder uh, had ik verder nog iets? Uh, nee, volgens mij niet. nou, maar in te haken op jouw Steam Next Fest. Ik heb dus ook een aantal dingen gespeeld. Zoals onder, onder andere de Precinct. En andere die dus op nummer 1 stond van meest de game. Terwijl het een free-to-play game was, dat dus vind ik altijd een beetje denk ja. ja. Mm, uh, yeah. Is de Delta Force. Oh, uh, ja. Delta Force is natuurlijk een reboot van de oude Delta Force ja. serie. Ah, en het is, oh, was ook, was het ook niet de oorspronkelijke titel, toch? Het was toch eerst Black Hawk, die Delta Force of zo. Ze hebben die titel aangepast. Geen idee. Ja. Schees Developer. Schees uh, Developer, inderdaad, maar het is wel een reboot van de originele Delta Force van het ja. eind jaar. Ja, de de singleplayer die eraan komt wordt de reboot. Ja, precies. Ja. Uh, die is nog niet speelbaar. Uh, de, ook niet de Nemo. De multiplayer is wel speelbaar. En het is een beetje een soort van kruising tussen uh, Tarkov en uh, Warzone ben ik al uh, klaar. <laughs> dan ben ik al klaar. Dat is niks voor mij. Nou, het, het heeft wel de goede elementen van allebei. Want het is, het is heel tof. Je bent met, met, met drie mensen bij je bezig. En het is een extraction shooter. Dus je bent en tegen enemies aan het vechten. Maar ook tegen andere spelers. Mm -hmm. Een beetje zoals DMZ was op die manier. Maar het is ook belangrijk dat je dus alle spullen die je bij hebt. Dat je die goed bewaart. En sommige dingen zijn meer waard. Heb je hebt een black box waar je al alle, alle, alle spullen veilig in doet. Mm -hmm. Maar zodra je neergeschoten wordt in game. Je bent dood. Je voor alles kwijt. Uh, mm -hmm. Je hebt wel zeg maar een. een, een dus de, de starting area, is dus eigenlijk je, je prep area. Daar kun je dus wel wapens opslaan. En je kan dan dingen kopen en verkopen en zo. Uh -huh. uh, als je succesvolle extractions doet, kun je daar wat dingen verkopen of upgraden of wat dan ook. En dan per missie kun je dus bepalen van wat ga ik wel meenemen wat ga ik niet meenemen. Van ga ik juist twee, uh, twee automatische wapens meenemen of maar eentje en een handpistool? Ga ik een mes meenemen? Ga ik een vest meenemen en een hen of niet? Of ga ik juist de gok wagen van ik kom er iets tegen daar? En dat heeft ook al natuurlijk een beetje die, die prikkel. De eerste missie die je speelt is eigenlijk gewoon natuurlijk een tutorial missie tegen, uh, tegen uh, uh, gewoon enemies, gewoon te, tegen de PC. En ik hoop dat daar meer van uitkomt. Dat, is heel tof, dat vond ik heel cool, want dat is echt tactisch en voorzichtig. Zonder dat je echt door mensen die die game daar aan het spelen zijn geschenkt wordt terwijl je nog niet eens met je, je ogen hebt kunnen knipperen. Ik ben gewoon niet zo'n hardcore gamer. Ik moet zeggen, mee, I mean, nooit echt geweest. You're a pretty hardcore gamer. Jij hebt het er al over gehad. <laughs> Andere aflevering. Maar, maar het is, het is, ik, ben niet, ik ben niet iemand die extreem goed is. In uh, hoofdjes naar dat, maar ook niet op die manier. Ik ben goed in hoofdjes klikken op het moment dat het, dat het tactisch is. Dat we voorzichtig aan kunnen Dan kan ik het prima. Ik bedoel, we hebben potjes Fortnite gewonnen door puur op tactiek, terwijl het een beeldmod was. We hebben mm -hmm. we gewoon gewonnen op tactiek. Uh, maar dit is een game die dat ook kan hebben. Maar niet heeft simpelweg door mensen die, dus vanuit Fortnite en, en Warzone komen, die bunny hoppen, doekje <laughs> <hoppen> omkomen. <laughs> en met een 360 uh, je, je, hoofd, je hoofd klikken, zeg maar. Um, er right. zaten mensen in die game bij ons de eerste keer dat ik speelde, mensen die. terwijl die demo net een dag of twee uit was, die yeah. waren al level 25, 26. 20. ik dacht van, jongens, ze zullen rustig, man. Dus dat is uh, dus yeah, dat's, yeah, dat's best hands. wel intens, maar ik denk wel dat het potentie heeft om een hele toffe uh, vervanger te gaan zijn. En ah, niet zo'n vervanger. Ik denk, Nee, dat het wel een vervanger wordt voor Tarkov, want mensen zijn Tarkov, Tarkov gewoon beu. Terwijl Tarkov nu weer aangekondigd heeft, dat ze het toch wel weer iedereen ermee meenemen, maar ook weer niet, het is allemaal lastig. Uh, dus ik denk dat dat daar wel een goede vervanger voor gaat zijn, voor echt die hardcore modus die erin gaat komen. Mm -hmm. uh, en dat het voor mensen die juist de Warzone vibes zoeken, dat ook wel een beetje een goede is, want het heeft juist die Rush het heeft die extraction. Het heeft zeg maar die elimination factor erin zit, want ik verwacht ook wel dat er een, dat er een soort van Battle Royale-idee in gaat komen. Daar ben ik niet zo bang voor zelfs. Um, dus ik, ik denk wel dat het dat, daar is in het worden. Ik hoop gewoon ook en dat soft. de singleplay heel cool wordt. Cools. Oh. Ja, tot nu toe. Ik, ik vind hem wel cool. Het heeft wel zijn issues. Het, heeft, het is wel buggy. Mm -hmm. uh, het is soms tot vervelend toe buggy. Ik denk van jongens, los dit even op, man. Dit, is, dit is zijn. Echt, access, yeah. Hier kun je niet een demo mee uitbrengen. Weet je? Want als dit nu in een de demo zit. Het gaat niet over een maand uit dit, dit blijft erin zitten, van die mm. essentiële dingetjes en uh, daar zijn ook, ook een aantal exploits in, waarbij mensen dus in onzichtbare vrachtwagens kruipen en vanuit daar je neerschieten en dat soort grappen, waar ja. we wow, best wel wat, wat klachten over zijn geweest. Maar ik denk dat het wel een, een goede uh, titel gaat zijn voor mensen die, daar, die echt van dat genre houden, cool. dus, dus de warzone is onder ons uh, uh, daarin. Ja. Dus dat, uh, verder nog Worshippers war of Cthulhu, die heb ik nog met jullie gedeeld voordat we gingen streamen vorige week. Mm -hmm. Worshippers of Cthulhu is eigenlijk een soort, ja, we moeten een beetje vergelijken, Bla uh, Black and White uh, ish, met ah, een beetje ja. Frost. Nee, niet Frostpink. Ik heb ze storm. Ik heb ze storm inderdaad, ja. je bent eigenlijk een, een, een dorpje op en bouwen, maar tegelijkertijd ben je ook uh, uh, Cthulhu aan het worshipen, zoals de game-titel ook een beetje huh? yeah, vermoedt. Het uh, doet vermoeden. Wat ze nemen. Ja, precies. En uh, uh, het is heel duister, heel donker. Het is heel intens. Het is een creepy, maar niet spooky. Het, het, het heeft een hele vette vibe. Het heeft echt een beetje die... gevoel. Het heeft een beetje... Ja, precies. Die, die, nice. Maar het heeft wel echt die Lovecraftian uh, prikkel erin. En ook de, de voice acting die erin zit, uh, zover. En uh, uh, de, de artwork is heel cool. Maar het is, het is, gewoon, het is wel een, een, stand, een redelijk standaard uh, strategy game. Gemixt met cult dingen. Oké. Oh, ja, okay. ja het, het enige wat ik je wel kan zeggen, ik ga vooral een trailer checken of ga het even spelen, want volgens mij zijn die demo nog wel online. Mm -hmm. En zeg echt wel als je een beetje van, van dat soort games houdt van die strategy games, is het een hele leuke. De, de demos van al die Steam Next dingen blijven volgens mij sowieso online staan, toch? Uh, niet allemaal. Nee, no. oh, niet allemaal. De meeste wel. Dus zelfs nu als je na, na naar de Steam Launcher gaat, geeft er nu steeds is als je uh, op op release luistert, dan kun je naar Steam Next Fest page en dan zie je dus de top 100 yeah. demos die het meest gedownload zijn. De meeste daarvan kunnen gewoon downloaden. Maar er zijn ook een aantal die hebben gezegd. Exclusief, alleen hier voor dit moment. En daarna trekken we offline. Dan gaan we nog verder aan het werken. En willen juist niet dat dit de verwachting wordt. Of dat het juist. Bijvoorbeeld Delta Force. Ja, precies, Delta Force. Die komt 5 december al uit. Ja, die komt al snel uit. En volgens mij is die inderdaad nu echt offline ook de beta. Ja. Dus dat. dat was wel cool. Een andere die ik gespeeld heb was. Delta Force staat op één. Ja. andere die ik gespeeld heb was. Eel Abbey. Als een. Bier. Bier, yeah. <laughs> ja. Je, je bent zeg maar in het jaar 1500, ben je in een monastery en je moet bier gaan brouwen. Het is een, een uh. so site view, is een beetje zoals. Seafood uh, uh, Diver? Ja, ja, een beetje, maar meer een beetje zoals, zoals uh, Elderschool Castles is het volgens mij. Nee, heet het nou? Die nieuwe die nou online is. Adventure. Uh, fuck scanning. Eh, Elderschool well. Castles van het shelter. Oh ja, ja. Van die op een beetje. Uh, en je moet dus recipes gaan mm. maken en verzinnen. En uh, het is een beetje chemistry. Het is een beetje. Potioncrafter uh, uh, achter idee. Ja, een ja. beetje potioncrafter, maar je hebt iets meer interactie met de omgeving en zo. Mm -hmm. En je moet het doorverkopen. En het dorp heeft ook. Ah, we, hebben een, we hebben een festijn. Je moet voor ons uh, zoveel liter dark ale brewen. Succes! Ja. Uh, dat het is eigenlijk best wel geinig. en ik vond het best wel tof. De, de, zeg maar de, mm. de foto van zeg maar de, de, de Picture of Steam doet wel heel erg denken aan Dave the Diver eigenlijk. Yeah. Hoe die, zeg maar ook de, de ja. artwork. Ja, ja is heel erg like Dave the Diver heel met bier. Ja, 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 de maar. artwork is dan dat Dave the Diver met bier. Maar de game zelf is dat niet, okay. want je speelt niet met één persoon. Je yeah. speelt gewoon als. Het is, ja, ja, is een beetje een resource management idee. En, uh, okay. dus je moet ook Barry's in ieder geval Je moet een sla, slaapruimte bouwen, je moet een, uh, je moet een, uh, een kelder bouwen waar je ze oh, bier okay. op kan slaan. Het is echt heel geinig, maar het is een hele chille, ik wil bijna zeggen cozy game, want het, het is niet zo stressvol. Allright. Als je iets aanklikt, dan loopt het gewoon. Dan gaan we dingen doen en op een gegeven moment is het klaar. En het voelt heel erg alsof dit een extreem goede mobiele titel gaat zijn. Allright. Want het zou echt een hele goede titel zijn je gewoon een beetje op neer kan scrollen, een beetje kan klikken. En ook met de waiting times, want sommige dingen duren gewoon, het brouwen van sommige bier duurt gewoon wat langer. Mm -hmm. Gewoon een en dag dan, zo, dan ben je gewoon een ja. beetje chill en ik weet, ja, je kan wel een beetje, een beetje vooruit spoelen. Dan kan je boosters kopen en dan ga ja, 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 je ja, om. Ja, nou, ja, bij, bijna op die manier. Maar, ah uh, nou, was gewoon leuk. Gewoon ja. heel erg chill. Ik zag me voorbij komen en ik, ah, oh, ja. I like beer. <laughs> Klik. Nice. Heb uh, andere die ook, uh, ook zo'n soort game oppassen? Ik weet niet of die al uit is. Traveller's Rest dat is ook zo'n soort. Ja, een alley, beetje, uh, dat, ja, dat heeft dat ik, ja, Travelers Rest is net even iets anders. Maar... Ja, dat is een beetje meer richting Stadio Valley, toch? Ja, ja, ja. ja. I know, it was pretty fun. Um, cool. Ik heb er daar kostelijk mee vermaakt. Volgens mij heb ik verder nog een paar dingen heel kort gespeeld. Ik dacht, aanklikte dat ik dacht van nou, nee, nee. nee. Ah. Nee, en natuurlijk het fijne met, met, uh, met Steam Next Fest is altijd mee een beetje aan het scrollen en dan denk ik denk porno! Ja, <laughs> nee, niet te zijn <laughs> <laughs> dus... ik was net naar een fucking cozy game aan het kijken, ja. waarbij je ze maar besjes van punt A naar punt B moet brengen. Ja. Waarom heb ik nu hentai op mijn scherm? Ja. Ik niet toevoegen. Het vervelende is ook, je kan dat niet specifiek uitzetten, want dan nee. moet je je 18 plus uitzetten en dan mis je dus ook een hele hoop horror ja. games en zo. Ja. ja, dat is niet handig. Nee. De Steam. Vroeger hadden ze daar <laughs> heel changed. mooi uh, uh, no greenlight green voor. Ja. Ja, ja, zeker. En deze niet meer. Dus, uh, alles wat Het, het is wordt gewoon gecurried. Gewoon blop, ja, alles erop. Ja, er wordt er ook een beetje bij. Maar, maar dat was een beetje mijn... Uh, mijn uh, weet je, ik moet gewoon naar voren te scrollen nu, jongens. Ja. Oh ja, een ja, beetje litte, Steam Next Fest. Uh, ja. Als jullie uh, nog, de, de luisteraar, nog uh, iets van Steam Next Fest uh, demos hebben gecheckt of zo, laat het vooral die weten. Die zijn ja. ook. Ja. Want uh, ik heb het eigenlijk helemaal gemist. Ik was het ook gewoon vergeten. <laughs> Eigenlijk um. niet, maar dat was ik omdat ik Steam opstart en dat was ja dat is best een je. je twee, twee speelt. Ja, dat is een Je hebt twee games gespeeld. Ja, dat is fair point. Mm. Ik heb het ik behoud, wel druk gehad. Ja. Drie games, hè? Pokémon, ja. Ghostbusters en Zelda. oké. Je bent wel Harco-gamers hier? Ja. 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 Ik heb er gewoon maar één opgeschreven, want dat is de enige die ik had herinnerd. Ja, super fijn dat je zeg maar die me ons maakt totaal ja. niet belangrijk vindt. Ja, maar dan... drie, uh, drie trouwens. Ja. Nou, ik, ja. het, het kwam vooral zeg maar door. Um, mijn brein is gewoon aangetast door wat ik de laatste tijd uh, oh, oh, iets heb gelezen. Uh, Luisteraars, hoor je dat? Smoesjes. <laughs> nou, zeg maar, mijn brein was aangetast door uh, de leaks van Game Freak. Ja. De oh, Game, God, God. Van game, game Leaks. Oh, man. Um, game Freak okay. Game Leak. Uh, ik, ik had net even iets, iets, iets voor me. En daar staat dus: um, the Currently known and present on the internet van de leaks mm -hmm. uh, is ongeveer 4 gig aan, 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 aan spul. Dat is veel. Dat is, dat is zeg maar, bijna 1/40ste oh. Call of Duty. Ja. <laughs> um, blijkbaar is er totaal ongeveer 1 terabyte aan uh, dingen gehackt. Wauw, ongeveer 2 Call of Duty's. Ja, <laughs> 3. <laughs> ah, <drie. laughs> <laughs> drie Call kind of Duties... en, en Game Freak slash Nintendo Leaks. Wow. Echt gigantisch veel. Um, ik ga hier niks aan, aan spoilers vertellen of zo... ...want dat, dat is niet leuk. Hoe is het gebeurd? Um, Hacking. Ja, ja <laughs> een... Uh, ik weet niet of het een groep was... ...of, of, of, een, uh, of een solo hacker... ...maar ja is... Uh... Dit zijn normaal dingen die ik al Maar weet, het is echt weet, een hack geweest. Het en... is dus niet zeg maar iemand die... Nee, het is echt een hack geweest. ...een voordelige select overgezet is. heeft. <laughs> Als bijgegeven, ja. ja. Volgens mij niet, want er zijn wel echt heel veel... Uh, ook uh, details van uh, medewerkers van Game Freak... Uh, ja, vrijgekomen eigenlijk. Oh shit. Ja, huisadressen en dergelijke. Ja. Oh. Oh. Echt heel veel persoonlijke data. Het, het is geen mooie leak. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar er zijn wel wat leuke dingen uitgekomen... Um, nou, gelukkig maar. Ja, gelukkig. Nou, bijvoorbeeld, um, beta uh, artwork en gameplay dingen van uh, Pokémon X en Y, bijvoorbeeld. Mm -hmm. De zesde generatie is uit 2013, als ik me niet vergis, bijna elf jaar geleden. Um, en, uh, bijvoorbeeld, geschrapte Pokémon. Gewoon hele designs die klaar stonden, maar ook uh, beta-designs van sommige Pokémon, uh, van generatie 3 ook bijvoorbeeld. Um, super interessant allemaal, echt heel veel dingen gewoon vanuit vrijgekomen. Maar eigenlijk de meest interessante ding die mij zijn bijgebleven was een gigantische boekwerk aan lore uh, binnen, uh, binnen... Fanfic. Fanfic, <laughs> maar dus geschreven binnen Game Freak. Aha, uh -huh. Dus het was geen fanfic, maar... Dat was fik, fik. Fik. Ja, maar ook niet helemaal, want... Ja, geen idee. een Duits fik? Ja, ik wou het niet zeggen, maar... Ik moet even goed voor me pakken. Dat hoorde ik namelijk wel. Dat er gefikt werd. Maar die Games op Steam, die tussendoor komen weer neer. Ja. Nee, maar Pokémon snap ik niet. Dus ik vond dat veel van Pokémon, volgens mij, heel erg. Ah, oh, cute. Ik zeggen: Ik ben oh, bang je als je daar roel. Uh, welke was het? 34 op zoek. Dat je ook heel erg. Eng veel dingen tegen het ja, komen Maar dat is voornamelijk vanuit fans. Fair enough. <laughs> ja, dit is uh, eigenlijk vanuit uh, en, dingen zelf. En dit is vanuit Game Freak zelf geschreven. En dit mm -hmm. is dus een artikel dat op. Uh, wat ik hier voor me heb van Forbes. Forbes. Ja. Yeah. En het gaat dus... Uh, ze beschrijven dus wat er in die, in die leak staat. En het gaat dus over een uh, Typhlosion, wordt de Japanse benaming van Typhlosion een Bakufun wordt uh, genoemd. Uh, en die heeft dus blijkbaar een, een, een jong meisje uh, ge, ge, getricked om Aha. Uh, uh, haar te laten denken dat uh, hij een mens is. Aha. En blijkbaar heeft die meid dus een kind gekregen met die Pokémon. Oké. En ja, she's called his wife. Oké. En ja, het is allemaal echt heel het maf. Het wordt wel een uh, meer interactieve wereld tussen de Pokémon en mensen blijkbaar. Ja, ja, dat. There are best friends with benefits. Het <laughs> <laughs> is, het is echt heel maf en het, is volgens mij ook niet disclosed of die meid nou zeg maar of age is of niet. Het is, Jap het nou, is Japan, het dus. ja. wat wat, wat het is, uh, dat dat die er zijn meerdere verhalen. Er is dus er ook eentje over slakoff of oh, slacking. Oh ja, ja. Um, maar wat wat dat zijn, dat zijn Japan, dat zijn dat is Japanse folklore. Mm -hmm. En wat ze wat ze hebben gedaan is is zeg maar de traditionele Japanse elfen en duivels uh -huh. hebben ze vervangen door Pokémon. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Het is ook het, het verhaal over slacking. Um, is, is eigenlijk een beetje, go een, beetje een, een sprookje, zoals, je dat, zoals die oude Duitse sprookjes, hè? de, de, de oh, uh, ja. zo. Ja, ja. Er zijn uh, ook een paar verhalen. Nou ja, precies. O, o, o. Precies. En, en uh, dat, dat is er eentje van uh, dat, dat een, een meid die gaat met de vrienden altijd uh, uh, slakkos uh, 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 killen voor um, uh, de lol. Op een gegeven moment wordt ze wakker aan een meer... wat uh, omringd is door de lijken van al slekking slekkels die ze heeft vermoord. En ik weet even niet wat de tussenstap was... maar op den duur uh, uh, werd ze zwanger van de slekking. de en... nou, tussenstap en... kan ik je ja, wel uitleggen een keer, Bart. Doe hem we ik... wel <laughs> ik... <Ja. laughs> do do een we nee, we nee, we we keer buiten de podcast. Um, Heb ik al boekjes voor ja, je. Het gaat al redelijk uh, maar, donker. Uh, ja. Ze houdt het kind, houdt, houdt ook van het kind... maar wordt vervolgens door de door haar dorpsbewoners behandeld zoals zij de slakels behandeld. Dus dit is een what goes around comes around story. Mm -hmm. En die heb je wel vaker. Alleen nu met Pokémon. Ja. En, en... en zeg maar, Japanse folklore is al niet heel erg subtiel. En, en, en nu wordt het zeg maar ook uh, aan een aan een westers publiek getoond. getoond. Met, met met figuren uit een kindergame. Ja. andere kant de, ja, de, de Pokémon dus manga is... was ook al niet. Nou ja, ik, ik, ik weet, niet weet niet wel zien. dat zeg maar, een tijdje tij tij terug. Uh, ja. Dat was op een gegeven moment zei van ja, maar als we Pokémon trainen om dingen voor ons te doen, dat betekent ook dat we Pokémon houden en Pokémon ook eten. Aha. Pokemon en kun je niet meer iets, zeggen, ja, dat klopt. Die worden ook gegeten. Dus. Ja. <laughs> in de Pokémon lore klopt dat <laughs> ja, yeah. Magikarp als sushi wordt yeah. gegeten. Dat sloop ook. You don't fuck what you eat. <laughs> so, <maar dat> is <laughs> ja, ik weet niet man, maar dat zou een goede standaard <laughs> zijn. Maar so, you don't <laughs> shit what you eat is één hey, nee, ding, maar you don't ja. fuck what you eat. Ik, ja. ik vind dat ik. Uh, maar, ik zou zeggen, het is gewoon Japanse folklore met Pokémon inserted. Nee, ja, nee, maar dat, 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 dat snap ik en dat is ook uh, dat is bijzonder op de eerste plek gezegd. Ik weet gewoon te weinig van Pokémon om te zeggen van, ah ja, dat kan de erbij of niet. Maar ik vind het wel maf dat zoiets dan. ...verzonnen wordt ja, ja. uh, je, je niet. Moeten we hier straks een, een 18-plus-ticketje bij bij onze? Uh, nee, maar... Uh. ...we moeten alleen maar aangeven dat het niet voor kinderen gemaakt is. Ja, Misschien dat moet Pokémon het ook wel doen. Kunnen... <laughs> uh, Ze maken wel kinderen blijkbaar, maar... Z zijn er zijn nog wel andere dingen ook uh, voorbij gekomen... Uh, ...over aankomende games. Het zijn geen spoilers of zo, maar... Uh, er komt een nieuwe Pokémon-game. Wat? Twee, denk ik. <laughs> Pokémon Legends uh, Z.A., uh, die, die komt. Uh, ergens volgend jaar. Begin volgend jaar komt hij uit. Aha. Uh, die is blijkbaar al af. Oh, is gold. Uh, nice. uh, maar. Okay. Volgens, uh, hij zou, uh, initially zou hij in 2024 uitkomen. Uh -huh. Maar volgens mij is hij dus. Uh, teruggepusht door. Um, Switch 2-progressie yeah, uh, right. en yeah. hoe dat gaat. Uh, als het goed is, gaat hij. In eerste instantie gewoon op de Switch uitkomen. En dat waarschijnlijk de Switch 2, Of de volgende Switch pas daarna gaat komen. Dat met de Wii U. Dus Marzella. Dat ze die eerst uitbrengen en dan de Switch. Dus dat. En ook zijn er wat leaks voorbij gekomen van de tiende generatie Pokémon code name, Gaia. Ik heb daar totaal niet naar gekeken, want ik wilde er geen leaks van. Ik wilde er geen spoilers van zien. Um, maar ze zijn er wel, mocht je het misschien willen weten of zo. I don't know. Ja, maar houd het wel voor je. Ja. En ook niet met spoiler tags in de Discord. Gewoon nee. niet. Houd het gewoon lekker voor je. Uh, doe lekker andere mensen te die het ook interessant vinden. Maar ja. niet, niet spoilen andere mensen, want dat is niet leuk. Nee, dus dat. En de, de rest natuurlijk nog echt veel meer te zien. Ik heb het ook allemaal niet uh, meegekregen, maar het was, uh, het was echt veel. Oh, wacht, ja, nog één, ding, nog één dingetje. Uh, in, een, in een vroege beeld van uh, Pokémon X en Y. Was er een, een, een test, uh, zeg maar, audio-fragmentje? Ja. Yeah, yeah. uh -huh. En dat was gewoon het volledige nummer van Lady Gaga's Born This Way. Oké. Okay. <laughs> Somebody's a fan. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Dus ze hebben ergens een, een keer uh, voor, voor iets een test nodig gehad. Dus een advertisatie die je net gehoord had. Moet je je voorstellen als dat, als dat hele MP3-je attack-sound van een pokémon is? Dat je echt drie minuten aan het wachten <tis> ja. bent tot het muziekje voorbij is. Dat is een opkomstnummer. zo. Yeah. Ja. beautiful. <tis> I just press Dat je opkomstnummer is, maar ook gewoon een nummer als je klaar bent. We is wel Pokémon Stadium geweest dan. Ja, dan hebben we best wel Final Fantasy. Dat je dan heel dat nummer krijgt, elke keer. Hij uh, is ja, een, een uh, Dus okay. dat, dat was wel een heel komisch uh, detail. Nice. Uh, Heftig, ik man. Uh, ja, ja. Dat, 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 was een, uh, dat was een groot deel van, uh, van de leaks. Ja. Sorry, ik moet zeggen. Wat uh, op een veel bewustere manier is geleakt. Uh, oh, ja. zijn, uh, is de Xbox Partner Showcase. Uh, oh, dat was oh, dus ja. vorige week. Ik, <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb hem ook, ik heb ook na de, uh, later pas gekeken, een half uurtje. Dus op zich leuk om uh, terug te kijken. Okay. Um, even in vogelvlucht. Remedy heeft een paar dingen aangekondigd. Nieuwe DLC van Ellen Week 2. Uh, die oh ja, wat best. meer horror gebaseerd gaat zijn. Nee. DLC heet The Lake House. Nee. Nou is Ellen oh, Week 2 aan zich al eerie. Beetje creepy. Dat Dat de dit, de DLC deze schijnt echt richting horror te pushen. Nice. <laughs> I'm good. Ik lees dit en ik lees echt Adam Lake Wakehouse. Wakehouse. Wake, House. <laughs> wake House, stay wake. Um, maar daarnaast eigenlijk uh, uh, veel onverwachter. Heeft Remedy een hun eerste multiplayer-titel aangekondigd. Uh, okay. FBC, Federal Bureau of Control, hè, zoals All we right. dat ook van de Game Control kennen. Firebreak. Okay. Een uh, drie-speler, volgens mij wat we van begrijpen, een player-versus-enemy PvE uh -huh. uh, multiplayer-game. Nice, met, cool. uh, met verschillende uh, abilities en dergelijke. En uh, en classes lijkt het wel... En in, de, in dus de wereld van Control en ook LM Week 2 nu. Quantum Break. Cool. Um, als, we, als deze podcast later uitkomt... Sorry, ik moet echt heel veel trailers in deze dingen vlak. <laughs> <laughs> de ik heb geen tijd Kom er nog wel. Nou ja, het linkje staat erin. Um, ze, ze zag er wel interessant uit. Ik weet even niet wanneer de release dit is. Of die überhaupt was aangekondigd. Het is natuurlijk even een breakaway van wat Remedy normaal gesproken doet. Ja, we kennen mm -hmm. ze van hun... Uh, ...hele vette worldbuilding en storytelling. Ja. Uh, dit is echt iets compleet serious. anders. De, de, de vibe was ook veel meer... ...zeg maar happy, een beetje crazy. Ja, de, maar dan wel met... Ja, ...zeg maar die graphics. remedy graphics. Uh, heel interessant. Ik ben best benieuwd wat ze ervan gaan maken. Ja. Uh, Ziet er geinig uit. Ja, uh, als je daar niet op wil wachten... Waarschijnlijk komt begin volgend jaar Subnautica 2 uit. Ja, niet te met Subnautica Below Zero. Precies, Het is ja. 2. Um, in principe helemaal opgebouwd als een singleplayer game in Subnautica, zoals je dat kent. Ja. Maar kan, vo kan volledig co-op <coughs> gespeeld worden. Met, een, met twee spelers totaal. En Dat vind ik vet. Ja, dat is cool. Uh, ja, dus zeker. het is niet co-op based, uh, je uh -huh. kan co-op spelen. Ja, ja nice. een beetje, een beetje zoals, zoals Raft en The Force. Precies, dat soort dingen mm. dat ja, ja. ja. Cool. Um, dus daar, uh, daar was veel hype voor. Um, Animal Well, de game van uh, videogame Donkey. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, okay. die, uh, die game was echt iets van... Het uh, is gewoon een, 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 een 2D-platformer. Mm -hmm. uh, met een hele vette artstal. Een soort pixelated artstal. Maar me, dan wel met bijvoorbeeld hele, uh, hele mooie smoke effects en dergelijke. Games het game schijnt ook maar iets van 100 en beter te zijn of zo. Oh wow. Nice. Oh wow. Ja. Take that Call of Duty. <laughs> um, maar die is uh, vanaf Eén nu beschikbaar op, uh, op Xbox. En uh, uh, dan nog twee wil ik er even noemen. Silent Hill 2 is natuurlijk net uit de remake. Uh, mm -hmm. Krijgt goede review scores. Ja. Datzelfde team, dat is een uh, Bluebird team, yeah. what's in the name, heeft nou een announcement trailer gemaakt voor Kronos. En okay. shit, looks crazy AF. Zeg maar, het is weer een horrorgame. Yeah. Nu in een soort futuristische setting. En het is echt een beetje body horror. Het, het heeft echt een hele vette vibe. Ja. Zodat ik hem niet ga spelen. Nou, <laughs> ja, de, de vibe van de trailer vond ik tof. Ja. Maar het eerste wat me opviel, dat zou ik het heel groot in beeld zetten. Dit is geen gameplay footage. Dus, ja, maar ja. Het is leuk. Maar dan wil ik graag wel zien wat het dan wel ja. is. En, want ik kan hier oh. niks. Ik kan hier niks van maken, ja, behalve de setting ik hebben... weet niet of het een multiplayer singleplayer, of het een. Uh, wat, wat ik, wat ja, ik eruit ja. haalde, was een singleplayer. Uh, ja. Er zaten wat shots in van third person shooting. Ah, ja. ja, maar dat ook daaronder stond dat het geen. Nee, ja, precies geen, geen, geen live gameplay. Maar het kan wel indicatief zijn voor waar ze heen willen. Um, een klein, maar, klein beetje gewoon een klein beetje. Een maar beetje. Maar dat is natuurlijk ook om zeg maar verwachtingen nog even af te houden. Precies en dat ze nog denken En nou. ze zijn nog bezig. Ja. Uh, dus Chronos met een C. Een beetje dead space aan. Ja, precies. Yeah. Die vibe. Fat, ja, vind ik vet. En een game waar ik echt naar zat te kijken. Ik van, <laughs> Zoals altijd. Hè? Zoals Dat altijd. Like like a a Dragon a Dragon. <laughs> nou, die, die serie kennen we wel. Pirate Yakuza in Hawaii. Ja, die gaan echt helemaal over de top. We zijn een mond vol. Ja, uh, die game komt 21 februari volgend jaar uit. En het heeft Naval Combat een beetje als Assassin's Creed Black Flag. Maar dan met de hand-to-hand zeg maar, de, de -hand combat zoals je dat van Yakuza kent. En it's bonkers. Ja, maar ik weet niet is, wat, raar, wat er gebeurt. Ik heb nog nooit een Yakuza gespeeld. Maar dit ziet er best vet uit. Ja, maar dat is zeg maar, een... Yakuza sowieso. Je hebt echt geen... Zeker die Like a Dragon series. Die steken overal de draak mee. Ha. Ja. En die, uh... Nee, maar wij maken kutgrappen. Ja, uh, ja, Ik, ik was ja. al bezig voordat ik hier nee, binnen kwam. Die, 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 die screenshots dit keer... Is Gijs de culprit, niet ik of Dennis. <laughs> ja, later. Dat kan niet oh, okay. weten. Um, ja, het, het, weet je, het, het, het zag er visueel of zo niet indrukwekkend uit, maar er was geen pijl op te trekken en I kind diggen. Ja. Uh, dus cool. ja, dat was even in volgvloer de Xbox uh, Partner Showcase. Je, je hebt het er altijd over dat je nooit de tijd had om te gamen. Um, like a Dragon of a Jacuzzi series die zijn over het algemeen ook redelijk lang. Dus dat, dat zal je, de reden waarom je alle van minigames doet. Ja, dat... ja, maar als, als, je, als je de story beelandt en bij een 30, 40 uur sommige games. Ja, en dat is de reden waarom ik dus nooit zo'n game heb gespeeld. Um, ja. Maar weet je, er zaten wat leuke dingen bij. Um, check it out. Cool. Um, er was niet enig nieuws. Wat dat Xbox had? Het groot nieuws. Er was nog. Groot nieuws, oh, Sea of Thieves nieuws. Oh, wow. Ik bedoel, uh, de game is... heeft een heel goed jaar, want schijnbaar heeft de release op PlayStation echt miljoenen spelers binnen uh, Ja, ja, ik heel, welke heel, welke ja veel. heel veel. Dus dat is dat is super chill. Mm -hmm. En dat betekent dat ze nu bij Sea of Thieves eindelijk oh, jee. het geld hebben gevonden ja. oh. om deze lang verwachte feature te implementeren. Ja. In Sea of Thieves, dames en heren, kan je nu na zes jaar, zes maanden en 27 dagen bukken. Ja. Hè? Oh, wow. Ja, je kon eerst ook bukken, alleen nu kun je je knieën buigen. Ja. En niet zeg maar alleen maar naar beneden. Ja, dus het, ja je kan je knieën buigen. Ja. Dus. Yeah. Yeah. Ja, dat is eigenlijk leuk Ik wil het team van Rerg graag feliciteren ja. Ja. Uh, met deze ja, ja. grote accomplishment. Ja. Ik even met vakantie of zo. Ja. En voor ja. mij kon je trouwens niet, niet bukken, maar voor mij kon je het emo doen dat je, je aan het bukken was. Ja, dat. Is, ja. 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 ja, dus, dus uh, eindelijk kunnen we. En dat is echt. Ja, we kunnen eindelijk diep Ja, precies. Ja. En, dus he, Call of Duty komt eraan. We kunnen we ons voorbereiden op Sea of Thieves. Ja. Sea Thieves, dit wow. in your mouth. Want dat kan. Letterlijk. Ja! Nee. Nee. Oh, nou, on that bom ja. Zeker. Nou, dan is het tijd voor... Uh, ah, kus. Ja. Tijd. ja. kun je even die... Uh, die chocolade ja. Kom hier. Wat de uh, chocolade ja. letters? Alleen het waren geen letters, het waren hashtags. Ja. Oh. Hekkies. Hegie. Hegie. Ik heb hem in Heggy. En uh, we waren uiteraard zeg maar, goed voor, bezig met de voorbereiding van dat. Dat betekent dat ik gisteren vroeg van, hey, moet ik quiz eigenlijk maken? <laughs> en ik dacht, Dennis, maar toen zei Dennis. Nee, ik heb hem voor een keer gemaakt. Dacht, oh ja, <laughs> dan weet ik het niet. Uh, ik weet dat ik gewonnen had, volgens mij. Uh, volgens mij. Toch? durf ik Dennis? niet te zeggen. Ik weet alleen dat ik verloren had. Flink. En voor ja. mij had ik gewonnen en, en het kruis vlak uh. achter mij. Die um, dus, ja. uh, oeps. Uh. <tie> maar ik, uh, ik heb het thema. Ik ga het thema gewoon vertellen. Oh, um, oké. Okay. Het is uh, Call cool, of Duty. Oh, oh God! Oh. Deze moeske heeft heel veel kant op gaan. Ja. met alle Zeker mobile dingen. Ja, PSP en PS Vita. Ja, ik, uh, ik heb hier zes vragen uh, met een uh, metacritic score. Het is aan deze drie heren om die metacritic score te raden. Aha. Hoe verder je van die score af zit, uh, hoe meer punten je verdient. Hoe meer punten je verdient, des te slechter je het doet. Net Aha. zoals bij golf. Hey, hey. voelt en. graag. Ja, <laughs> voelt fijn. <laughs> <laughs> het voelt. Het doet, en, het, um, het. 25 oktober uh, okay. vrijdag is, uh, komt Call of Duty Black Ops 6 uit. Um, hey. 6 in de weer. De eerste Call of Duty kwam uit in 2010. Ja. Ik wil van jullie graag weten de ja. scoren die Call of Duty Black Ops 1 dan kreeg voor de Xbox 360. Oh. De 360 nog YouTube. Ja dat. Uh, 14 jaar geleden. Toen was je waarschijnlijk niet zo groot. <laughs> dat dus past hij nog op één DVD. Ja. Maar, wat, was de, wat was de eerste Was dat 2 gigabyte of 8 gigabyte? Wat? De, de harde schijf die erop zat, volgens mij. De Elite Edition was 8 volgens mij. Ja, maar dit, dit, ja, dit draait toch gewoon nog van de, van de, de DVD, de, DVD ja, af? Het staat ergens in de kast. Ja. Het, het probleem is... is er een trouwens ja, wat ja. Heel veel van die scores... zijn een aantal scores die baseren op de campagne. Ander weer op de multiplayer. dat oh, is helemaal kut. Ja, ik, 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 er kwam bij mij gewoon een score. Maar, is, maar, is 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 de de eerste call, call of die black ops. De eerste eerst de black ops. Oh... Call of Duty kwam eerder uit in 2010. Ja, daarom... daarom, daarom ik, ik kon het niet helemaal... Ik, ik heb ook echt gewoon de eerste score opgeschreven die me opkwam. Dus ik hou wing in het. als uh, ik iets niet weet, ja. is het... Het tegenstelling Call tot of... andere, andere keren natuurlijk. Ja. Ja. Dennis, zegt eens. Dus, 87. 87. Oh, ik zat op een 89. is op een 89. Was Leslie? Ik zat op een 85. Een 85? 85. Ja. Was ik... um, dan uh, hoeven jullie allemaal niet te schamen. Oh. En Dennis helemaal niet. Want hij zit precies op. 1987 nice. kreeg Call of Duty Black Ops 1 op de Xbox 360. Nice. Ik heb hem heel veel gespeeld. Ja, ja, ja ik, ik heb PS3 nooit ja. ja. gespeeld. Um, Call of Duty Black Ops werd gemaakt ja. door 2Ark. Ja. ja. Uh, en dan maar... sledgehammer? Uh, wat? vonden ze dan sledgehammer, toch? Uh, nee. Ja, toen nee. ja, nog niet. Nee. Kom later. Toen was het een maar filmpje. Treyarch heeft natuurlijk niet het... alleen maar Call of Duty's gemaakt. gemaakt. Ah. Ik wil van jullie graag weten: uit 2002 voor de PlayStation 2 Spider-Man, de, de, de movie van Treyarch. Oh, <laughs> oh die um... ja. En let me tell you, er zijn echt heel veel Spider-Man games uitgekomen. Ja. Spider-Man, de movie, de game, game dus. Ja, behalve dat dat, dat dan. Yeah, that. Ja, dat staat. Ja, de game Inderdaad, we zitten op. Ach, heet je, kerel ook weer die acteur. Andrew Garfield. nee Nee, 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 dat nee, is 2002. Ja, Toby McGuire. Oké. Oh god. Spider-Man, dubbel punt, The Movie. Okay. Oh, ik ben oh, ver... platform. Uh, Playstation 2. Ik ben weer gewoon met hetzelfde gegaan. Ik denk van, ik schrijf gewoon het eerste getal op mijn opkomt. komt. En dan hoop ik dat dat enigszins in de buurt komt. Nee, Hebben we allemaal een score, Jens? Ja. Oké. Okay. Uh, Gijs, jij... jij oh, dus 54? 54. Dennis? 71. 71. Leslie? 43. Oh, 43. Cut. Nou, ja, weet ik niet. Nee, je weet het echt oh. niet. Uh, uh, op, dit is een score die ik hem zou geven. Oké, <laughs> oké. Okay, ja. okay. uh, dan is het goed nieuws voor Dennis... Oeh. dat de critics wat gematigder erover waren. Wat een scheidgame was dit. <laughs> op, oprecht, maar... De, 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 de die, die, uh, uh, fucking Spider-Man Shattered Space, Shattered Universe. Ja, die had je ook nog. Die waren beter. Aha. Dit was zo'n schuitgame, sorry. Right. O, wat krijg je? Een 76. Wat een schuitgame. Wat een je Goed in de buurt, man? Ja, dus uh, God. Uh, Dennis, uh, Dennis doet zijn best. Ik, uh, heb, ik, heb, ik heb deze game gekocht omdat ik Spider-Man uh, Spider Games vet vond. Wow, dat was hem niet. Yeah. <laughs> nee. Oh, lekker door de stad heen slingeren. Nee. Even nee, nee, een level. Nee. Succes. Uh, Wat? Succes. Nice. <laughs> we, uh, right. we hebben een snaar geraakt. Yeah. Ja. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. We gaan uh, door naar vraag drie. Um, Treyarch die, uh, heeft nu ook de Black Ops serie gedaan. Ja. Ze waren hier... Voor, um, voordat ze Black Ops 1 hadden gemaakt... waren ze ook bezig met het poorten van, um, van games. Uh -huh. Dus... Call of Duty Modern Warfare, die yeah. oorspronkelijk is gemaakt door Infinity Ward, yeah. heeft Treyarch gepoord naar de Wii. Oh. Dus ik wil graag van jullie weten, uit 2009, voor de Wii, Call of Duty Modern Warfare Reflex Edition. Reflex. Do door Treyarch. Reflex. Wat krijgt hij? Ik, ik ga oh. deze hele quiz gewoon doen zoals ik het net deed. Gewoon, ik schrijf een nummer op en ik hoop maar. <laughs> ik weet niks van Call of Duty. Helemaal niks. Ik wel, maar ik heb geflowen. En blijkbaar ook niks van dat. Ik wist Game. niet, to be honest, ik wist niet eens dat de versie al was. Ik, ik heb, zeg maar, wel eens video's gezien van hoe deze mechanics werkte. Ah. Meer zeg ik niet. Echt scores. <laughs> ik, ik zie dat je het bordje ja. wissen en iets nieuws opschrijven. Nee, ik heb precies zelf schrijven net right. Gijs, zegt eens. Dus. Een 46. Een 46. 58. Een 58 voor Dennis en een 60. Leslie. Een 60. Ja, een 60. <laughs> een 60. Uh -oh. um, je moest je Wii controller. Uh, dus je Wi-Mode, pardon. Je Wi-Mode, sorry. Zonder je Nunchuck. Ja? Uh, zeg maar vasthouden. Ja? Alsof je een geweer vast had. En B was schieten. Dus B die zat achterop. Dus niet je trigger? Oh, je, dat was de trigger. Ja, ja, maar je Oh, dus dat was. Dat was oké. Okay. Ja, dus, heel, dus je, je hield hem, zeg maar. Alsof je. Mm. En je had er volgens mij zelfs een soort van uh, gun attachment voor. Ja, die, 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 die heb je hebt ja, je sowieso ja. voor de Wii, maar ja. dat is oh, wat wat kut. Dat um, ja, is echt heel matig. Nintendo Live schreef hierover: With a strong campaign and a rock-solid multiplayer uh -oh. that will keep you playing well into the new year. Reflex shames this competition and delivers a great FPS package. Developers, take note: this is how you do a Wii port. Ja, yeah, maar oh. dat, was, dat was maar eentje. Ja. Uh, nee, ze, ze hebben nog een Call of Duty. Uh, nee, Modern nee, Warfare dat was, was, was mijn enige review. Eén magazine, oh. zeg maar die ja. het zei. Ja. Uh, klopt, zij waren wat uh, positiever. Uh, positiever dan het gemiddelde. Maar alsnog kwam die uit op een 76. What the hell? Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. we hebben 30 punten. Hapke. <laughs> ik ben, heb al de vermoeden ben, die een klein een beetje maar uitgestapt gelukkig nu. <laughs> <laughs> uh. um, we gaan door naar vraag 4. Uh, Call of Duty Modern Warfare is door, zelf dus door Infinity Ward uh, gemaakt. Ja. Net zoals de eerste Call of Duty. Ja. Wat ja. kreeg Call uit 2003 voor de PlayStation 3 Call of Duty? Playstation 3 Wacht, even 2. kijken of. Voor de PS2 dan uit, ja? Uh, was, nee, was de launch title 3. Volgens mij. En komt de PS3 uit. Ik heb, ik heb een Call of Duty PS2. Call of Duty PS3. De PS3 7, komt uit in 2007 of zo. Ja, ja 2006, 2007 wordt even heel druk gezocht. Ja. ja. Dus dit is. Een... Even twee voor twaalf van twaalf in die handel. <laughs> Want dit was dit een. Dit staat mij bij, bij dat dit een launchtitel was voor de PS3. Uh, PlayStation 3. Eerste Call of Duty. geloof ik niet. Eerste Call of Duty uh, zou PS2. 2000, inderdaad, gepresenteerd in 2000. Uh, uitgebracht in 6. Maar waarom kan ik dan geen andere versie van die game vinden? Want ik heb Big Red One heb ik voor de PS2. Ja. Dat is het eerste. Die, heb ik, dus laat ik de staan. die kan ik zo pakken, zeg maar. Weet je hoe die staat? Die staat langs mijn medal of <laughs> Heb je daar nee. ook de scores op geschreven dan? <laughs> ik heb niks op nee. Nee, nee, nee. Dit nee, 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 nee. is belangrijk voor de integri ja, nee, integriteit van deze quiz. Zeker. Je ja, hebt het niet zo <laughs> daar beter voor door gaan scoren. Maar... Nee. En ik had maar nou, ik wil wel weten op, of het een dus. PS3 of PS2 was. Ja. De, ja. Welke je bedoelt nu. Ik, ik wist niet eens dat er überhaupt een, zeg maar een PS3-versie was. Ja, die is het nou dus wel. Interessant. Heeft ze juist verzonnen? Nee, ik plaats ik, ik, ik pla ah, ja, ja. altijd alle linkjes van uh, de, de meta critics uh, erbij. Imagine. Aha. <laughs> Imagine voorbereiden. Ah, wat? wacht, ik denk ja, dat hij wel. Al... Wat? <laughs> voorbereiden? Ja, nou. Hey, echt wel. Um, Call of Duty ja. kwam in 2003 uit. Oké. Okay. Ja. Voor PC. Ja. 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 Hij is pas later gepoord naar de PlayStation 3 en de Xbox 360. Ja. ja. Maar er is ook een Excuses, Dan is hij niet in 2003 uh, gereleased voor PS3, maar. Maar er zijn port... ook ps 2 games van, van Call ja. of Duty. Dat doe ja. ik meer. Right. Uh, ik kwam later. <laughs> okay. dus de, de PS3 de versie. PS3 versie. Nice. Call of Duty. Dan ga ik naar nou een maanmat, want ik had al een score en ik ga hem nou echt niet meer aanpassen. De PS3-versie. Call ja. of Duty. Fuck. <laughs> nou. Oké. Okay. Uh, ik heb een score. Ja, nee, nee, ik, nee. ik had al een score. Uh, ik zei ik uh, ga hem niet aanpassen. Dus ja, daar. Dat zou dan 2007 of 7. 9 moeten zijn. Ja, zoiets. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja? Ik ja. heb is idee. Dat is de bedoeling. Ja. Dan beginnen we bij jou, Leslie. 72. 72. Want die zet 2007 aan, daarom heb ik gewoon ja. dat, dat opgeschreven. Fair enough. Gijs? Ah, ja, 92. 92. Dat zou ik kunnen, hoor. En Dennis? 84. Precies, 84. 84. 84. Uh-oh. Oh, ik heb werkelijk geen uh, Ik ook niet. Maar het is vooral omdat ik gewoon me niet kan herinneren dat 84 deze... 84 zei je? Ja. Ik kan me nog niet herinneren dat deze op PS3 uitkwam, dus daarom dacht ik... Ja. 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 Later, later kwam deze op PS3. Ja, ze dacht weer recht op, weet je wel. Ja, maar die überhaupt op PS3 uitkwam, ja. gewoon de OG Call of Duty ja. dat staan we er gewoon niet bij. Kan, kan de de, um, de, de game kreeg inderdaad op uh, PC een 91 of 92. Ja. Voor de PlayStation 3 en trouwens ook Xbox 360 versie uh, was het iets gematigder. Was een 78. Oké. Okay. Oh. Ja. 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 Kays is niet blij. Kays is, is boos. Oké. Okay. Quiz maken vond de week. Ja, <laughs> oh, twee weken. Ja. In ieder geval vol, 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 volgende week die maak ik. Goed. Um, vraag 5. Um, Infinity Words die uh, dat waren uh, developers jo, die, ja zeker, yeah. die Sorry. daarvoor voordat je bij uh, samen met Activision gingen, Medal of Honor hebben gemaakt. Oeh, nice. Oh. Heb ik, dat zei ik dat nog? met of Honor. Ja. Dus ik wil graag van jullie weten, uit 2002, voor de PC, Medal of Honor, Light Assault. Ja, heb ik ook beneden staan. Dus dat is lekker de klas van Oh. 2002 voor de PS2. PC. PC, PC oh, ja. Er ja. oh, ja. zijn wel twee Medal of Honors voor de PS1. Is er een Medal of Honor voor de PS1, ja? Ja, het ja, is. Ik, oh, wow. ik, ik durf het. Oké. Okay. Ik ook. Ik ook. Dan beginnen we bij Dennis. Oh. 90. Oh. 90. En dan Leslie. 86. 86, gijs. 92. 92. Is uh, ja, lekker bezig. Yeah. Hij krijgt gewoon 91. Wow. Yes. Yes. <laughs> Heel Dat ja, um, was een goede titel. Uh, nou, Medal of Honor. Uh, die serie is redelijk doodgebloed. Uh, Warfighter vr. was het laatste volgens mij. Wat? Warfighter was het laatste. Ja, die, ja, dat is die VR-game, toch? Nee, hey, dat, dat is een beetje de revival geweest. Ja, maar die, uh, die. Ja, Warfighter was in de jaren tien of zo. Ja, zoiets. zoiets. Maar inderdaad, waar Leslie het over heeft, dat is de laatste Medal of Honor geweest. Above and Beyond. Ja. De VR-titel uit oh, 2020. Ja. Hij kwam mm -hmm. uit voor PC. Ja. Dus uh, voor uh, Oculus en voor. Oh, volgens He mij ook de Rift. Ja. ja. Dus 2020 voor de PC. Medal of Honor Above oh, and Beyond. Wil ik voor. Sorry, ja, had graag. Ik, had ik niet helemaal meegekregen. Oh ja. V yep. Ik yeah. dacht dat het een Call of Duty quest zou zijn. Godverdomme. Dan wordt het een metal of honor quiz. Uh, de, de, de betere serie. Things go pew, pew. Metal of pew, pew quest. Ik ben aan het graag afgekomen. Dat is uh, mijn Oculus Quest 2. Het uh, is de vorige versie. Niet, niet de nieuwste. Ook niet de allernieuwste. Uh, die heeft dus ook gewoon uh, so, so, uh, hand tracking support. Wist mm -hmm. huh? ja. ja. oh. ik helemaal niet. Ik zat hem laatst aan. Oh, we hebben nu handcontroller support. Zet je controllers maar neer. En hij werkt als een malle. Nice. Echt heel goed. Dat is echt een beetje van te kijken. Wat ook als een malle werkt is, jullie scores nog even. Nou. Dennis. 70. 70. 70. Leslie. Geen 69, want die hadden we niet gehad. Nice. Nice. En Gijs. 92. 92. Nou ja, het zou zomaar ja, kunnen. Hè? Ja. Ik, ik vond het een leuke game. Het, dus, het, het zou zomaar kunnen. Het is niet zo. Maar deze niet. <laughs> ik vond hem leuk. Ja, door de um, Vladiolen heb ik wel respect voor. Ja. Uh, nee, uh, de critics waren uh, wat gematigder enthousiast. Um, Niet dus. Nee, 66. Heerlijk <laughs> in de buurt. Maar dan kan ik wel zeggen dat um, iedereen onder de 100 heeft gescoord. Oh. Uh, dat valt er uh, even Maar dat, uh, nou, dat het gat tussen de spelers. bij allen ongeveer 30 punten is. Oh. Dus oh, ja. okay. yeah. 30, 30, 30. Uh, tussen. Nou ja, laat het duidelijk zijn. Gijs heeft verloren. Ja, 30 punten. Gijs heeft punten. <laughs> Ja. Maar ja, ik was de lulvondering dus. Oh, ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, okay. cool, cool, cool. uh, Gijs heeft verloren met 95 punten. Hij mag over twee weken een nieuwe quiz maken. Nee. Uh, op de tweede plek is geëindigd Leslie met 65 punten. Uit. En op de eerste plek was het Dennis met 34 punten. Nou oké. Een van mijn laagste scores volgens mij. Ja, dat ja, is pretty good. Ja. Zo is ook allemaal 100. Uh, nou, daarmee concluderen we deze 281ste aflevering van de Mark Gaming Podcast. Weer meer op zoiets. Check de show notes. Dat is Discord en ook onze YouTube en zo. Dus denk je bij jezelf. Ik ben het luisteren op Spotify en ik wil weten hoe mooi die mannen zijn. Check dan vooral op YouTube. En als je op YouTube aan het kijken bent en dan denk je van, ah, ik kan het niet aan. Klik dan gewoon minimaliseren of luister Spotify. Of iTunes. Mag ook. Ja. Ja. Dus dat. Anyway. Dank je voor het kijken of luisteren en jullie horen of zien ons volgende week weer. Hallo.